En dit is dat stadion in Terrassa met de rechtste Nederlandse ploeg. En dit is Hans Jortsma die het bestond om Pieter van Ede, die geblesseerd was geraakt bij zijn optreden tegen Argentinië in een oefenwedstrijd, terug te halen in de ploeg. Dat ging ten koste van Hendrik Jan Kooijman. Maar u zag hem al, Delis is erbij en die kan ook goed stoppen bij de strafcorner, wat vroeger Kooijman deed. Diepeveen, de eerste minuten van de wedstrijd en meteen het ingrijpen van keeper Plesjakov. Maar wel gevaarlijk spel. En niet gevaarlijk spel, maar de bal opzettelijk buiten de lijnen. En dus een strafcorner. 4 minuten zijn er dan gespeeld. Snelle inlopen van Delissen. En de push van Bovenlander die via een stik overgaat. En het levert dan nooit meer op dan een lange hoekslag. Dit is Bovenlander. Zijn 175ste interland vandaag. Maarten van Grimbergen, de centrumspits, met bij zich Ilyuchev. Ook een van de oud-gedienden, nogal wat spelers van ver boven de 30. Handige beweging was dat en daarom kan Taco van der Hoornen doorgaan. Legt goed voor en dan krijgt Nederland een strafcorner. De bal wordt omhoog geslagen tegen de knie van Brinkman. We zijn dan in de 12e minuut. En weer is de stop goed en dan doet Bovenlander wat hij al vele malen de laatste weken gedaan heeft. Hoog inpushen, dat is niet te stoppen. 1-0. Nogmaals die actie, het inlopen van Delis is heel belangrijk. En dan die push boven de liggende Plesjakov. En wat kan dan zo'n ploeg uit het Gos? Zij het een oude ploeg? Nou, dit is heel goed en dat is natuurlijk een grove overtreding van keeper Leistra. Die eigenlijk hier een gele kaart verdiende. Hij krijgt hem niet en daar mag hij blij mee zijn. Het slachtoffer heet Deputatov. Dat is Leistra en daartegenover Deputatov. Hoe gaat dit aflopen? Leistra stopt nog wel eens een strafbal, dat weet u. En hier hoeft hij dat niet eens te doen, want hij wordt gewoon over het doel heen gespeeld door Savanov, Yuri Savanov. En Nederland gaat door. Weer een strafcorner. We zijn dan inmiddels in de 33ste minuut. En weer komt dan natuurlijk Bovenlander naar voren. En die man met nummer 4, dat is Uyrepetjan, de oudste speler van de ploeg van het Gos. Brinkman met het schuiven. Weer is hij heel snel ingelopen. En dan gaat de bal over het hoofd van Uyrepetjan in het doel 2-0. Die push is niet te stoppen door een lijnverdediger. Maar het belangrijke moment is dat snelle inlopen van Delis. Je vraagt jezelf af of je niet te vroeg inloopt. Ja, en dan beginnen natuurlijk de feestjes. Want bij hockeywedstrijden zijn altijd supporters. Tweede helft dan. Kijk eens hoe gemakkelijk of Savonov iedereen voorbij gaat. Ook Leistra die al op de grond zit en 2-1 maakt. Dat is hem, Savonov. En dan is het natuurlijk belangrijk dat Nederland terug gaat komen. Nogmaals, die actie van Savonov gaat handig om het centrale duo heen. U zag inmiddels dat in het midden Poortenaar en Bovenlander staat. Dat betekent dat Van Ede rust had gekregen. En dat Kooijman op de rechter verdedigingspositie staat. Kansje daar. Goed werk. En dat is ook onderuit halen. Foutje Plesjakov. En dus strafcorner. 10e corner. Voor Nederland. En wat doet Bovenlander? Weer hetzelfde. Legt hem weer achter. Uyrepetjan op de lijn. 3 doelpunten. En dat mag ook wel. Want ook de Duitsers scoorden eerder 3 maal in hun wedstrijd tegen India. Ook via de corner. Goed langs de buitenkant opgekomen. Een schitterend ingetipt door Weterings. Wat een fantastisch doelpunt. Dat kan zo ook uit de voetbaletalage komen. En Weterings is daar heel blij mee. ...4-1 en hoeveel kan er dan nog? Dit is Mark Delissen. Was goed op dreef. Voetje, opzettelijke overtreding, buiten de cirkel en dus weer de strafcorner. En weer Bovenlander die naar voren komt. En weer raak schiet en daarmee zijn 159ste doelpunt maakt. Doe maar. 5-1 en dat was het ook op die Champions Trophy. Nogmaals, weer het goede inlopen van Delissen en de stop. En dan zal het hier uiteindelijk misschien nog 5-2 worden. Zou dat echt zo zijn? Weer een beetje gerommel in de verdediging. Strafcorner. 5-2, dat valt natuurlijk verdedigend wat tegen. Maar het is natuurlijk een mooi begin als je weet dat je over 2 dagen tegen Spanje het gastland moet aantreden. De stop. Hard ingeslagen door Deputatov. Het blijft 5-2 in het voordeel van Nederland. Politica, maar dat voor nummer 2.
5-2. En als en toen wonnen de dames met 4-1 van Nederland. En die Britse vrouwen zijn zeker niet de makkelijkste om tegen te beginnen voor Oranje in het snikhete hockeystadion van Terrassa. 8 uur in de avond, temperatuur nog steeds 28 graden. De Britten zijn meteen goed weg. Over rechts, Helen van der Ben, half onderschepping van de hoge bal. Gaat over de zijlijn, Wietske eruit en krijgt hem op de voet. De Engelsen mogen gaan inslaan. Komt de bal voor, via de stick van Noor-Holsboer. En dan zijn Sixsmith en Fraser net te laat. En Jacqueline Toxopé is de keepster van Oranje, red, safe. Opnieuw een hoge bal van de Engelsen. Caroline Nieuwenhuizen draait weg van tegenstander Neville en krijgt de vrije bal tegen. En Annemiek Fokker doet dan iets doms. Die slaat de bal weg. Scheidsrechter Buckley uit Canada is onverbiddelijk groen wegens spelbederf. Sixsmith door het centrum. Gevaarlijke Engelse spitsie Sixsmith. Krijgt hij de bal bijna terug van Mary Neville. Maar de redding van Jacqueline Toxopé is goed. En weer de hoge bal van de Engelsen. Zou gevaarlijk moment worden als Sixsmith hier de cirkel inkomt. De bal hoog meeneemt. En dan is het inderdaad Mary Neville die met de tip in 1-0 voor de Engelsen laat aantekenen. Zien we in de herhaling. Komt ze prachtig voor Susan Fraser aangeschoven. 1-0 voor de Engelsen. Oranje mag het proberen. Noor-Holsboer op de kop van de cirkel. Forceert de strafcorner. En dat zijn gevaarlijke momenten. Helen Lejeune van der Ben mag gaan schieten voor Nederland. En de Britten weten dan dat dat lastige momenten zijn. Komt die bal, gaat net naast via de keeper Thompson. Lange corner voor Oranje. Wietske de Ruiter in beeld en die wist dat het een zware avond zou worden. Carina Benninga komt goed om tegenstander Atkins heen. De inzet is iets te zacht. De rebound van Ingrid Wolf gaat ook net naast. Oranje kwam terug in de wedstrijd, maar staat op dat moment al met 1-0 achter. De Ruiter, goede onderschepping, moet het met de backhand doen, anders zijn de verdedigers erbij. Keeper Thompson controleert, schopt de bal over de zijlijn. Ingrid Wolf denkt er het haren van. Martien Oor in de cirkel over rechts, goed om Vicky Dixon heen. En dat moet een strafcorner zijn. Gevaarlijk moment opnieuw voor de Britse verdediging. Caroline Nieuwenhuizen gaat aanschuiven. De stop is van Benninga en de kogelhard van Helen van der Ben. 1-1 en dat was een belangrijk moment, want het was vlak voor rust. Het Nederlandse publiek wil het graag weten. In de tweede helft, Nederland opnieuw een strafcorner. Nieuwenhuizen schuift aan. Stop is van Benninga, het schot is van Lejeune van der Ben. En de rebound is van Ingrid Wolf, die gaat maar net over. Roland Oltmans, de coach van Oranje, bracht 2 wissels in het veld. U ziet er hier jagen op de bal. Jeannette Lewin, die moest vooral wat meer power brengen. Martien Oor, nog een keer langs Vicky Dixon heen. Die had haar handen vol vanavond. Komt de bal hoog in de cirkel, via de stick van Johnson. Op de benen van Mieke Tien Wouters. Corner voor Nederland. Bekend recept. En dan verrast Carina Benninga met deze afschuif. De Engelse verdediging. Prachtige, prachtige afschuifcorner. Wietske eruit. Knalhard. 2-1 voor Nederland. En dan is het alle hens aan dek. Dat roept Carina Benninga naar haar verdedigster. Sixsmith opnieuw. Helen van der Ben ongecontroleerd. De bal hoog uit de cirkel. En dat betekent de corner voor de Britsen. Karen Brown is inmiddels bij de Britse ploeg vervangen. En dus kan je een variant verwachten. Die komt inderdaad. De bal gaat maar net naast. Jacqueline Toxopé is de keepster van Oranje. Kan opgelucht ademhalen. Catherine Johnson schoot deze bal. Op de voet. Steenbergen gaat goed door. Speelt Martien Oor aan. Die was goed op dreef vanavond. Komt handig om Johnson heen. En dan is het schot van Mieke Tien Wouters. Oranje nog wel degelijk gevaarlijke momenten. Dan gaan de Engelsen weer. Sixsmith. Handige spits. Klein en rood. Wordt hier gestuit door Annemiek Fokke. En scheidsrechter Laia uit Spanje geeft er daar groen voor. Fokke is als de hazen weg omdat ze weet dat er iets aan de hand is. Scheidsrechter Berkeley roept haar collega en zegt dit is de tweede groene kaart. Dat wist Annemiek Fokke al. Geel betekent 5 minuten zitten. Meteen daarna met 10 man. Oranje in de verdediging. Mandy Nichols. Weet nog Jacqueline Toxopé is ertussen. Dan opnieuw en Noor-Holsboer maakt een onnodige overtreding. Grijpt naar het hoofd, want die weet een corner en vlak voor tijd betekent dat gevaar. Sixsmith opnieuw. Engelsen gaan ongetwijfeld weer afschuiven. Eerste schutter was al weg. Komt die bal inderdaad. Goede redding van Toxopé. Proberen ze het nog een keer via Johnson. Die stuit op Noor-Holsboer. Krijgt de bal dan nog vrij en pusht keihard op het hoofd van Noor-Holsboer. Die gaat verstandig liggen met zo weinig tijd te gaan. Maar ze kan een stootje hebben. Aftellen is begonnen. Oranje in een zwaar bevochten wedstrijd naar 2-1 tegen de Britse dames. En dan gaan we nu verder met Bob. Spelen tegen het thuisland is bij hockey altijd een zware opgave. Paas is van Gijs Weterings. Kees-Jan Diepeveen vindt aan de binnenkant van de Honert. Die gaat de cirkel in en die wordt op de stick getikt. Ja, hij kijkt wel. Hij denkt, krijg ik hem niet. En hij krijgt hem. 12e minuut.
Brinkman voor het aanschuiven. Flop Bovenlander heeft 4 doelpunten. En dit is zijn 5e. Hij pusht de bal over doelman Govreza 1, die de voorkeur had gekregen boven Santiago Grau. 1-0, 12 minuten gespeeld. Zijn 5e doelpunt. Maar de Spanjaarden kwamen zeer fel terug. Met goede aanvallen, veelal via rechts. Bal op het been via de eigen stick van Pieter van Ede. En nu dus een strafcorner voor de Spanjaarden, de 2e. De stop is goed, het afschuiven en dan is er alle kans. Hier is het doelpunt van José Antonio Iglesias. 21 minuten gespeeld en de Nederlandse verdediging reageert niet alert. Kijkt u maar. Alle kansen om uit te halen. Eerst Bovenlander niet en ook Brinkman staat stil. Nederland komt dan zwaar onder druk te staan door de felvechtende Spanjaarden. Maar weet het te klaren, zij het met hier bijvoorbeeld een opzettelijke overtreding van Bastiaan Poortenaar buiten de cirkel. En dus een strafcorner wordt aangespeeld. Gaat ook ingeschoten worden op het lichaam van Leistra, maar de bal lag niet stil. En zo blijft het dus bij rust 1-1. Nederland gaat door. Hier via Maarten van Grimbergen, die geen opvallende rol had. Diepeveen. Mooie brede paas op Brinkman. En Taco van der Honert, die uitgroeide tot een ware atleet. Kansje was hier voor Van Grimbergen, maar hij doet er niet genoeg mee. En dus gaat die aanvalskans verloren. Uitspelen is van Ignacio Escudé. Ja, wat heerlijk zo'n dag. Escudé opnieuw. Vindt daar Iglesias en Freixa. En Freixa met een schot wat via de stick van Van Pelt over de achterlijn gaat. Ja, en hij kan het nog af met water. De Nederlandse bondscoach. Prima werk hier van Gijs Weterings met een schitterende solo langs de lijn. Iedereen passeert die, gaat nu richting cirkel. Nog één man voor zich, ook die moet hem voorrang geven. Dat is afhouden. Strafcorner volgens de Australische scheidsrechter Pryor. En weer is daar Bovenlander die op zijn bekende wijze 2-1 laat aantekenen. De stop van Delissen. En wie heeft Kooijman nog nodig, denk je dan? Want Delissen stopt voortreffelijk. En Bovenlander gedijt daarmee. Zijn 6e doelpunt. Dat is Xavier Escudé die de bal verspeelt. Brinkman en Delissen die goed temporiseerde in de 2e helft. Steeds beter ging spelen. Prachtige paas op Stefan Veen. 22 jaar vandaag. Hij was ingevallen voor Van Grimbergen. Speelt nu af en wil dan zelf schieten. Doet hij goed. Bal komt op het lijf van Govreza. Die speelt de bal opzettelijk over de achterlijn. En opnieuw dus een strafcorner. We zijn dan in de 26e minuut. En daar is hij weer Bovenlander. En schitterend met de push, nu in de andere hoek. Het is 3-1 en de vreugde is groot. Maar dan zijn er, terwijl u naar de herhaling kijkt, nog altijd een minuut of 9 te spelen. Het feestje op de tribunes is al begonnen, maar hoe gaat het in het veld? Spanje komt verschrikkelijk fel terug. Bal gaat in de cirkel. Dat is Delissen, die houdt af, vindt Broelaar. En wie is het daar niet mee eens? Natuurlijk Delissen. Hij heeft gelijk, hij vond dat er genoeg afstand was. Nochtans een corner, 29e minuut. Delissen mekkert nog wat, maar het heeft geen zin. Aanschuiven. Een schitterende combinatie die eindigt bij Pablo Hoesos. En die passeert Poortenaar die op de lijn staat. Leistra loopt nog naar Broelaar toe om verhaal te halen. Maar dit doelpunt is er één om in te lijsten. Kijkt u maar. Afschuiven. 5 schakels met als afmaker Pablo Hoesos. En Jorisma heeft al lang niet meer genoeg aan water. 1 minuut te spelen dan nog. En Spanje blijft aandringen hier via Xavier Escudé. Bal op de voet van Poortenaar. De laatste minuut is ingegaan, dat zien we op de jurytafel. Bovenlander verdedigt met handen en voeten. Weer Xavier Escudé. En dat is een vrije slag op de rand van de cirkel. Groot gevaar dus voor de Nederlandse defensie. En ook veel haast bij die Spanjaarden. Vrije slag genomen. In eerste instantie uitverdedigd door Diepeveen. Dat doet hij dan nog een keer. En weer een vrije slag op de rand van de cirkel. En die gaat in één keer het doel in. Maar dat ziet Leistra denk ik heel goed. De bal is van buitenaf ingeschoten. En alle protesten en spijt. Broelaar geeft geen adem. Kijkt u maar. Net van buiten de cirkel. Goed gezien van Leistra. En zo krijgt Nederland een zwaar bevochten overwinning. En derhalve vreugde op de leeggespeelde Nederlandse gezichten. En mistroostigheid bij Xavier Escudé. Geen six miss. Gevaarlijk in de cirkel. Goede redding van de Koreaanse keeper. Nog een inzet van Garin Brown. Die wordt gestopt en dan slaat Susan Fraser over de bal heen met haar backhand. Voor beide teams hing veel van deze wedstrijd af.
In een pool met vier landen is één puntverlies al bijna dodelijk. Laat staan twee. Dit is Dennis Hay op de Engelse bank. Correa viel opnieuw aan. Onderschepping, eenvoudige onderschepping van Wendy Fraser. Gaat zelf lopen met de bal. Zoekt helemaal de buitenkant op. Brengt de bal naar binnen en daar staat Jane Sixsmith helemaal vrij. En met een prachtige backhand drukt ze die bal in de hoek. Dat doet ze heel knap. We gaan in herhaling nog een keer kijken. Sixsmith maandag ook al een van de gevaarlijke Engelse spelers. Maakt zich handig vrij en met haar backhand net langs Koreaanse keeper Yu. Is het 1-0 voor Groot-Brittannië. En dat was een verrassing. Mary Neville in duel. Met Lee. De bal ligt vast. En dit is een lange corner van Groot-Brittannië. Het schot en 2-0 voor Engeland, voor Groot-Brittannië. En dat was echt heel verrassend. Catherine Johnson zien we nog in de herhaling. Prachtig geslagen op de lijn. Goom Seol Han kansloos. En heel volgens de traditie liet de Koreaanse coach en spelers staan. Ze wisselen bijna nooit. De 11 die beginnen zijn de 11 die het duel afmaken. Deze kans is niet te missen voor Chang Eun-jung. Ze maakt haar derde doelpunt in dit Olympische toernooi. Dat zien we nog een keer. Staat vrij in de cirkel. Kan de hoek uitzoeken. Doet dat goed. Keepster Thompson kansloos. De Koreanen geloven er weer. Die man met die gong bleef aan de gang tijdens de hele wedstrijd. En Sixsmith maakt het hier af. 3-1. Wat een eenvoudige kans. Een grove blunder in de Koreaanse defensie. Kijk maar hoe vrij ze daar staat. Ja, en dit kan echt iedereen. 3-1 voor Groot-Brittannië. En met dat resultaat mag Nederland heel erg tevreden zijn. De Koreanen wonnen nog zilver in Seoul en lijken nu uitgeschakeld voor de halve finales. Korea met een laatste poging. Het publiek telt al af en daar is de toeter. Kijk, die Engelsen is blij zijn. De laatste kans die ze hadden tegen de zilveren medaillewinnaar van Seoul, die hebben ze gegrepen. Groot-Brittannië wint met 3-1 van Korea en dat was een grote verrassing. Slag op maandag tegen de Britten, 1 speelster. Mieke-Tine Wouters hier in beeld kreeg de voorkeur boven Wietke de Ruiter. Nederland is direct in het begin al gevaarlijk. De vrije slag van Carol Tate wordt hoog weggeschopt door de Nieuw-Zeelandse keeper Jensen. En dat betekent de eerste corner. Kent recept, Caroline Nieuwenhuizen geeft aan, komt die bal. En Helen Lejeune is meteen succesvol bij de eerste de beste corner. Haar tweede Olympische doelpunt in dit toernooi. Kijken we nog een keer naar op de lijn Mary Clinton. Belangrijke rol voor Nieuw-Zeeland, kansloos. Carol Tate geeft de bal aan Mieke-Tine Wouters. Die komt goed langs de derde man. En vlaggedraagster Carina Benninga, vlaggedraagster van de Nederlandse Olympische ploeg, pusht maar net voorlangs. Nieuw-Zeeland via Tina Bell. Eindelijk een aanval. Stuit op Helen Lejeune. Nieuw-Zeeland kwalificeerde zich in oktober op het kwalificatietoernooi in Auckland. Martine Oor, onderweg voor Nederland. Goed in de ruimte gespeeld, Ingrid Wolf. Komt over linkse cirkel binnen. Stuit daar op de Nieuw-Zeelandse verdediger. Opnieuw een corner voor Nederland. Hard aangeslagen. Hard ingeslagen. Maar keepster Jensen verliest daar de helm. Dan komt de corner voor Nederland. Komt het schot. En Helen Lejeune 2-0. 3 keer scoorde ze al in dit toernooi. En was vandaag de absolute uitblinkster van Oranje. Caroline Nieuwenhuizen probeert het liggend. Koet proberen ze de bal uit de cirkel te houden, want daar kan het gevaarlijk zijn. Nieuw-Zeeland gaan opnieuw proberen. Noor Holsboer ook liggend verdedigen. Die bal mag absoluut niet in de cirkel komen. En dan is het Noor Holsboer volgens scheidsrechter René Chattag uit Frankrijk te langzaam weg. Corner voor Nieuw-Zeeland. De bal wordt aangegeven. Mary Clinton gaat schieten voor de Nieuw-Zeelanders, maar keurig gered door Jacqueline Toxopeus, die vandaag wederom een goede wedstrijd speelde. Zitten we inmiddels in de tweede helft. Clinton paast. En het was erg rommelig. Nederland hoefde eigenlijk niet meer, vond die 2-0 voldoende. Corner voor Nieuw-Zeeland opnieuw. De derde al in de tweede helft. Gaat hard voorlangs. Toxopeus dekte lange hoek goed af. Mieke-Tine Wouters dan.
Krijgt de bal keurig netjes mee. Wordt hard aangepakt door keepster Jensen. En Carina Benninga opnieuw weer net naast. Verwoede pogingen van de Nieuw-Zeelanders. En een corner opnieuw van die scheidsrechter Chatat. Helen Lejeune woedend slaat die bal weg. En dan de scheidsrechter Chatat onverbiddelijk. Geel voor Helen Lejeune. Twee goals, ze begrijpt het zelf ook niet helemaal. Wegwezen. Komt de corner voor Nieuw-Zeeland. Nederland dus met 10 man. Schijnslag wordt ingeschoten. Weer Toxopeus. Echt een hele betrouwbare sluitpost voor dit Oranje. De bal wordt uitverdedigd door Noord-Holsboer. En dan brengt Roland Oltmans via manager Dikmoet hier Wietke de Ruiter in het veld. Martine Oorn moest plaatsmaken voor haar. De Ruiter. En op de achtergrond vraagt Roland Oltmans aan zijn team om de handen laag te houden. Niet appelleren tegen de scheidsrechters. Annemiek Fokke vindt op rechts. Jeannette Lewin, die kwam in het veld voor Carol Taten. Viel voor de tweede keer goed in. We zitten al helemaal aan het einde van de wedstrijd. Als Annemiek Fokke hier treiterend Amanda Smith probeert de bal te ontnemen. Gaat ze nog een keer doen. Nederland heeft daar slechte herinneringen aan. In de halve finale in Seoul speelde Australië zo de wedstrijd uit en won. Nederland doet het hier zelf. 2-0 winst. Carina Blenker, reservekeepster, is er blij mee. En de hele ploeg is er blij mee. Want Korea verloor vandaag. En Nederland heeft aan een gelijkspel in de laatste poolwedstrijd tegen Zuid-Korea genoeg om zich te plaatsen voor de halve finale. En op dat feestje namen ze alvast een voorkomst. De tweede minuut van de wedstrijd, een strafcorner voor het GOS, aangeschoven door Deputatov. En daar is hij al. Iljutschiv, zoals hij al eerder deed in dit toernooi, brengt de stand op 0-1. En alles is weer het samenspelletje. En die Iljutschiv, die bewees dat ook eerder tegen andere teams, dat hij uitstekend in kan schieten. 10 minuten later dan. Khalid Bashir, die doet hetzelfde voor de Pakistani en brengt de stand op 1-1. En dit alles natuurlijk om u te laten zien hoe ongelooflijk goed er gescoord wordt uit de strafcorners op dit toernooi. Het is een tijdje wat minder geweest, leek het, maar hier is iedereen weer geweldig op schot. De lege hoek is voor Khalid Bashir. Pleshakov staat weer in het doel en heeft geen kans. Kandaev. En via de klomp van Shahid Ali Khan buiten. Zeventiende minuut bij deze strafcorner. Iljutschiv komt weer naar voren, maar ja, het is hemzelf. Hij moppert nog even, maar hij wordt toegekend. En dat betekent 2-1 voor het GOS. Prima aanschuiven, weer die uitstekende stop van Pleshakov. En dan aan de kant waar de lijnverdediger staat. Schitterend genomen, erg hard en bijna niet te verdedigen. Maar Pakistan natuurlijk een van de favorieten in de pool waar ook Nederland in speelt. Laat dat niet zomaar gaan. Op het voetje de beweging van Shabazz. Op het voetje van de nummer 3 Iljutschiv. En dan schitterend ingeschoten door Mousadeq. Perfecte aanval van de Pakistani. Waar de verdediging van het GOS geen kijk op heeft. Maar ja, wie heeft er op Shabazz wel kijk? Kijk eens wat een voortreffelijke bewegingen. Keeper Pleshakov ligt dan al. En dan is er altijd rugdekking. In dit geval van Qamar Mousadeq. Dat zal ook de ruststand worden, die 2-2. En zoals altijd zijn bij dit soort toernooien veel Pakistani aanwezig. 48e minuut van de wedstrijd. Strafcorner voor Pakistan. Goeie stop. Pleshakov in eerste instantie wel. En dan is het de inlopende Saman Tahir die ook aanschoof. Die de stand op 3-2 brengt. Goed gespeelde patronen toch allemaal. Er is ongelooflijk veel geoefend door die ploegen. Kijk, en zo maak je dat dan af. Saman Tahir. De aanvaller. En Pakistan wilde doorgaan. Wilde echt zijn wil opleggen. Zoals hier via Farhad. Had goed de cirkel in. Eerste instantie. Tweede inschuif. En Pleshakov. En de fout was van Kandaev. Oleg Kandaev. Op Farhad. En dus strafcorner. En weer komt dan die Khalid Bashir. Die verschrikkelijk hardslaande man naar voren. Daar is hij. En weer langs de lijnverdediger. Geen kans voor Deputatov die op de lijn staat. 4-2. Een uitstekend opgezette corner. De stop van Farhad. Het inslaan van Khalid Bashir.
En dan de grote man. We hadden hem eigenlijk nog te weinig gezien. Het blijft altijd een plezier om naar hem te kijken. De paas van Saman. Dan het inslaan van Moussadek. En wie is daar? Shabas. Dit keer pakt hij zijn eigen doelpunt. 5-2 na 54 minuten spelen. En daar is hij heel blij mee. De captain van de Pakistani. Het goede aanspelen is van Moussadek. En dan heeft hij de hoek voor het uitkiezen. Perfect spel. Shabas. Laatste fase van de strijd. Nog eenmaal een strafcorner. Kijk eens even wat een schitterende combinatie. Het doorschuiven van Khalid Bashir naar Saman Tahir. En dat is 6-2. En Pakistan doet wat er verwacht werd. Gaat gewoon met 6 uit de 3 aan de leiding in de pool. Kijk, een ingeoefend patroon waar geen verdediging op mogelijk is. 6-2 voor Pakistan. En dus weet de Nederlandse ploeg. Bovenlander, de absolute ster in de Nederlandse ploeg tot nu toe, paast op Pieter van Ede, die het vertrouwen van Joritsma gekregen had en weer in het centrum van de verdediging stond ten koste van Kooijman. Brinkman met de paas in de cirkel. En daar is Maarten van Grimbergen, maar die heeft dit toernooi nog geen geluk gehad. Wouter van Pelt, zijn 50ste interland, legt terug op Bovenlander die de lijnen uitzet. Paast op Pieter van Ede, die stopt slecht. Dan is Russ Gregory er als de kippen bij en maakt het af, brengt de stand op 1-0. Het moet gezegd, de cirkel leek hier en daar meer op een waterplas dan op een kunstgrasveld. De zon was er niet en dus lag er misschien wel te veel water. Nochtans, een slechte stop van Van Ede. Hoe is het mogelijk, zegt hij zelf. En dan krijg je natuurlijk de angst. Zo zie je Leistra, verdedigt onvoldoende uit. Daar is Pieter Dagi, gaat de cirkel in en weer moet Van Ede in de fout strafcorner. U herinnert zich Montreal. Nederland verloor toen in de halve finale van Nieuw-Zeeland, wat daarna het goud won, de laatste grote prestatie van de Nieuw-Zeelanders. En hoe zou dat nu gaan? Pieter Dagi voor het aanschuiven. En Donald McLeod, die lange man om in te slaan. Nou, en die is raak ook. 22 minuten gespeeld, 2-0 voor Nieuw-Zeeland. En ja, of Leistra daar nou helemaal vrij uitgaat, dat is maar een vraag. De stop is goed, inslaan. En ook Bastiaan Poortenaar op de lijn heeft geen kans. Er is dus niets anders te doen voor Joritsma dan Kooijman in de ploeg te halen. Dat doet hij dan ook. Vrije slag Nederland, Brinkman was de handigert. Kooijman om de bal te nemen, maar het hoeft niet meer. De bal wordt weggeslagen, dat mag niet van Saito. Strafcorner en steen en steenhard is er daar. Floris-Jan Bovenlander zijn 8e. Niet gepusht, dit keer geslagen, dat kunt u zien. Op de lijn staat Thornton, maar die heeft geen enkele kans. Diepeveen. Delissen. Steeds meer de strateeg, met name op het moment dat de ploeg er wat doorheen zit. Kooijman, Brinkman, goede paas op Delissen. Gaat om zijn tegenstander heen, daar is Weterings. Weterings naar Delissen, perfect gespeeld. En dan het misverstand tussen Van Grimberg en Weterings. Maar de aanval was goed. Het begin van het vertrouwen is zichtbaar. Van de Honert in de cirkel, Delissen, kans om het gelijk te maken, maar hij faalt. Opnieuw, vrije slag. Komt goed in de cirkel. Gaat van een stik van een van de Nieuw-Zeelanders op het been van Weterings. En dus opnieuw de strafcorner. Het is de derde. En krijgen we een variatie of gaan we rechtdoor? We gaan rechtdoor. Bovenlander slaat de bal op de voet van lijnverdediger Thornton. En dus een strafbal. Delissen. En die maakt er dan 2-2 van. En dan zijn we 23e minuut van de tweede helft. Stefan Veen ziet u inmiddels in het veld. Hij is erin gekomen voor Van Grimbergen. En opnieuw Taco van de Honert, die handig om een van de betere spelers liever heen gaat. En de strafcorner binnenhaalt. En dat moet hem dan worden. Dit is overigens Pryor, de scheidsrechter. Hij floot Nederland al eerder. En wat gaan we doen? Kijk eens wat een handige beweging van Delissen. Schuift hem in de richting van Weterings. En die geeft keeper Ian Woodley geen enkele kans. 3-2. Perfecte corner. Niet Bovenlander, die raakt de bal in het geheel niet. Hij wordt gewoon weggelegd bij Weterings. En door de benen van Woodley heen is het dan 3-2. En nu moet Nederland het afmaken. Vrije slag. Weterings komt in de cirkel. Slecht verdedigd door Ian Woodley. En daar is Taco van de Honert, die er als de kippen bij is om er 4-2 van te maken. Ja, en dan is de strijd dus eigenlijk gestreden. Weliswaar is er nog een minuut of 4 te spelen. Maar als je het zo doet, en de juffrouw zag dat goed, en op 4-2 komt, heb je hier nog gezien, dan heb je je geweldig hersteld en dan toon je dat je conditie en elasticiteit hebt. En daar heeft Joritsma juist die laatste weken, met name in de trip naar Maleisië, op getraind.
en dat begint zijn rendement af te werpen. Vrijslag Nieuw-Zeeland. Diepeveen. Het rommelt een beetje daarachterin. De concentratie is misschien wat weg. Bal komt dan bij John Radovich. En kijk eens wat die doet. Zonder dat Bovenlander het ziet, haalt hij keihard hard uit. En volkomen verraste Leistra op de lijn. Kijkt u maar. Dit is het draaien, het slaan en door de benen van Leistra. Dat gebeurt hem niet vaak. 4-3. Laatste seconde van de wedstrijd. En wat kan er nog gebeuren? Nederland komt heel goed weg na die aanvankelijke 2-0 achterstand. 6 punten uit 3 wedstrijden. En straks die belangrijke wedstrijd tegen Pakistan op zaterdag. Vreugde alom en vooral tevredenheid dat het karwei weer geklaard is. En verheugen wij ons, zei hij. En u weet het, Korea was de zilveren medaillewinnaar in Seoul 4 jaar geleden. Coach Roland Oltmans besloot vandaag met 2 spitsen Korea te gaan bestrijden. Ingrid Wolf en Martine Oor moesten het voorin gaan doen. Daardoor kwam er een extra middenveldster, Jeannette Lewin. Zij moest het op het middenveld gaan versterken. Lisanne Lejeune, onfortuinlijk afgevallen voor de Olympische Spelen, op de tribune. Nederland via Carol Taten. Ingrid Wolf in de cirkel. Martine Oor reikt naar de bal, maar komt net tekort. Het was ongelooflijk warm vanmiddag in Terrassa. 40 graden als hier Kyung Hai Lee ten koste van een strafcorner bijna aan de cirkel binnenkomt. Ze geeft de bal aan. Het schot goed gestopt door Jacqueline Toxopeus. Maar Noor Holsboer maakt een verschrikkelijke fout in de reboundverdediging. Ze pusht hem recht terug in de stick van Kyung Hai Lee. Die twijfelt geen moment. 1-0 voor Korea. En dan wordt het heel, heel zwaar. Hoog uitverdedigd, strafcorner voor Nederland. Scheidsrechter Hernandez. En het schot van Lejeune. In eerste instantie gestopt. Dan probeert ze het zelf nog een keer met de backhand. Maar geen probleem voor lijnverdedigster Han. Na 24 minuten besluit Roland Oltmans dat zijn experiment mislukt. Jeannette Lewin maakt plaats voor Danielle Koenen. Enige omzettingen volgen. Benninga, bekeken paasje op Noor Holsboer. Die komt liggend net te kort. Nog een keer invalse Danielle Koenen. Draait handig weg, komt knap de cirkel binnen. Opnieuw een corner, de tweede voor Nederland. Caroline Nieuwenhuizen geeft aan. Ouderwetse conventionele corner. Onderschepping van Koenen opnieuw. En dan is Korea in de tweede helft natuurlijk vreselijk fel in het verdedigen van die voorsprong. Proberen alleen de bal nog maar te spelen en hebben alle tijd om zelfs hier nog aan een aanval te gaan bouwen. Iedereen twijfelt, behalve Kyung Hai Lee. 2-0 voor Korea en het wordt een verschrikkelijk karwei. Roland Oltmans weet dat ook, schudt zijn hoofd meewarig. Nog een keer Carina Benninga. Krijgt de bal goed terug, komt alleen voor de keepster, maar is technisch daar niet bij machten die te verschalken. Die zal nog ruim 10 minuten te gaan en het drama tekent zich af, hè? Ja, het loopt niet helemaal zoals dat we van tevoren verwacht hadden. Ik bedoel, we moeten nu heel snel scoren, willen ze in ieder geval nog kans maken op de halve finale. En dit was dan misschien één van die kansen. Nog een corner, een variant. De ruiter veel te zacht. Ze staan op het punt om uitgeschakeld te worden. Wat doet er nou meer pijn, dat je niet meedoet of overheerst nu het gevoel van die uitschakeling ook bij jou? Nee, dat gevoel overheerst zeker. Ik bedoel, ik weet beter dan wie ook wat ze er allemaal voor gedaan hebben de afgelopen tijd. En hoe hoog de verwachtingen waren en de wil om ver te komen. En dat gevoel overheerst absoluut. Ja, natuurlijk had ik er graag in meegeholpen om het dan te bereiken, maar ja, helaas. En de tijd die drong. Mieke Tienbouters. Paas op Martien Oor. Goed aangenomen. Over rechts een cirkel in. Zou dit het dan nog worden? Kom op, jongens! Een corner opnieuw. Gewoon schieten, denkt Helen van der Ben. Over. En de Koreanen kunnen al langzaam aan een feestje denken. En toen begon het lange wachten op de uitslag van Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland. Oh.
Dit hoort bij de topsport. Je wint de eerste twee. In de eerste twee hebben we echt keihard geknokt. Dus we waren echt in de lift. En in één keer speel je 's middags om 4 uur en dan komt het over je heen. Ik weet niet wat het is. De mysterieuze krachten van de sport die omhoog kunnen, maar die ook omlaag kunnen. We werden, ik vind het vreselijk om te zeggen, maar we werden gewoon overklast. Maar was het door de hitte dat jullie het niet aankonden en zij er beter aan gewend zijn? Ik denk dat zij gewoon niets te verliezen hadden en iets hadden van, we hebben 10 keer tegen ze gespeeld, we hebben 9 keer van ze gewonnen, we hebben 1 keer van ze verloren. En we zeiden van, nou dat is nu gebeurd, nu verliezen we niet meer van ze. Maar dat hoort bij topsport. Gewoon killing. Ja, wat zeg je hierna dan, hè? Nou, wat weinig te zeggen. Ik begrijp gewoon helemaal niets van. Ik bedoel, ik was echt... we hadden het gewoon kunnen halen. Ik bedoel, we kunnen het nog steeds houden. We moeten het niet te dramatisch doen. Want als Groot-Brittannië gelijk speelt, dan zijn we er gewoon alsnog. En wij hebben alle tekenen waren gewoon aanwezig. Ik bedoel, we hebben de kwaliteit. Het moet gewoon absoluut kunnen. Dus waarom loopt het dan niet? Ja, begrijp ik niet. Ja, we spelen een ander systeem. Dus misschien is dat gewoon toch daardoor een beetje ons ritme waren of zo. Dat het gewoon dat moeilijk was. Maar ik weet niet waarom het niet loopt. De spanning. Ik weet niet. Ik weet wel of we aan de grond genageld stonden. Veld ernaast was 9:15 vanmorgen. Gistermiddag was het hier 40 graden en werden de Nederlandse hockeydames totaal onverwacht uitgeschakeld. Vandaag is het de beurt aan de mannen. Als zij de halve finales willen bereiken, zullen ze tegenstander Maleisië met 4-0 moeten verslaan. In tegenstelling tot bij de dames gisteren zorgt een fikse onweersbui voor Hollandse omstandigheden. Nederland moet met minimaal 4-0 winnen om zich te kwalificeren bij de laatste vier. Dat is Kees-Jan Diepenveen, 283 interland, 36 jaar en de absolute uitblinker als het gaat om het trekken van het voortouw. Alsof het zijn eerste wedstrijd is. De tweede corner van de wedstrijd en daar is die 1-0 via Taco van de Honert, een schitterend doelpunt. Stefan Veen had de voorkeur gekregen boven Maarten van Grimberg en Gijs Weterings op links. Gaat goed de cirkel in. Hoe gaat hij dat afmaken? De kans voor Veen en die schiet over. En dat zou in de eerste helft vele malen gebeuren. Ongelooflijk veel kansen, want Nederland was alert. Diepenveen. En dan hoort u daar het onweer bij die 1-0 stand. En dan overweegt scheidsrechter Nash om de wedstrijd te staken, want eigenlijk mocht dat. Maar hij zag het goed, het onweer trok weg. We gaan dan naar de 13e minuut, de vierde corner voor Nederland. En die wordt niet reglementair verdedigd. En dus een strafbal, Mark Delissen. Met een perfecte beweging maakt hij er 2-0 van. En dan hebben we in de eerste helft nog 22 minuten. En het is voorlopig nog roken op de bank. Poortenaar langs de zijkant. Stefan Veen loopt weer in het centrum. En de ingreep is van Ahmad Sanal, omdat de inzet van Veen te zacht was. Opnieuw de aanval via Mark Delissen, ook zeer actief. Taco van der Honert met zijn onweerstaanbare soli. En dat is hem, Delissen. 3-0, 33e minuut. Een fantastisch doelpunt door een eensgezins aanvallende ploeg. Maar 3 is nog steeds geen 4. En dan de tweede helft. 8 minuten is hij oud. En daar een geweldige tip in van Mark Delissen. Zijn tweede doelpunt. En nu zijn de 4 doelpunten binnen. Maar dan mogen er geen tegentreffers vallen. Kijkt u maar, wat een schitterende tip in van Delissen. Opnieuw een vrije slag voor Weterings in de 17e minuut. En wie is daar? Taco van der Honert maakt er 5-0 van. Nu is er marsje. Nu is de halve finale zeker veilig gesteld. Prachtig doelpunt. De 9e corner dan voor Nederland. De stop, de inzet en nu is de bal weg. Ahmad Sanal was de laatste die hem had en daar zit hij in zijn schoen. Een ongelooflijk interessant moment. Dat is humor in de sport. En dan moet je op de rand van de cirkel met een boelie beginnen. Weterings wint het duel, gaat de cirkel in, schuift hem op de voet van een verdediger. En weer is het een strafcorner. En de ongelukkige man was Kania. De stop, afschuiven, Weterings via de paal naast. Variant dus, maar toch 9 corners inmiddels al in die tweede helft. Delissen heeft Brinkman aan de rechts naast zich.
Die neemt nu aan, gaat in de cirkel, moet het afmaken. Maar zijn inzet is te zacht om Ahmad Zainal te verrassen. Maarten van Grimberg, inmiddels ingevallen voor Stefan Veen. Opzettelijk afgehouden, een zware overtreding van de nummer 11 van Kania. En dus een strafcorner. De stop, het afschuiven. En dan is het Taco van der Honert die er 6-0 van mag maken. 8 punten uit 5 wedstrijden, een doelsaldo van 10. En Nederland wint met 6-0. En zo bereikt Nederland dus de halve finale. Wat vindt de bondscoach van Oranje van de overwinning? Ja, het Nederlands elftal speelde zeer sterk. En dan kan ik wel zeggen dat de andere niet best was. Maar dat zal wel aan het Nederlands elftal gelegen. We domineren van het begin tot het eind. Goed teamwork. Snel. Fysiek sterk. Wat wil je nog meer als trainer? Ja, het is toch een lastige wedstrijd om met meer dan 4 doelpunten verschil te winnen. En, maar ik ben natuurlijk heel blij dat we daarin geslaagd zijn. Want wij zijn nu van de problemen af, zitten in de halve finale. En Pakistan en Spanje spelen vanavond voor de tweede plaats. En ik had er niet aan moeten denken dat we de hele dag hadden moeten wachten om te kijken of Spanje eventueel van Pakistan had moeten winnen. Wees eens eerlijk, vooraf had je best wel je bedenking over dit team. Meer kwaliteit was er niet in Nederland, heb je steeds geroepen. Toch verbaasd? Nou ja, ik heb zeker mijn bedenkingen gehad. En, maar goed, we zijn met elkaar toch een wat andere weg ingeslagen. Ik heb in eerste instantie gezorgd over 2 maanden dat ze topfit werden. En nou, dat blijkt tot op heden na 5 poolwedstrijden goed uit te pakken. En ik denk dat dat de grote winst is. En dat kan ook wel eens een gevaar betekenen voor de tegenstander. Dat het Nederland zelf, ook al komen ze achter, wat we ook in dit toernooi al een keer hebben meegemaakt, goed kunnen terugkomen. En nog even die varianten van die strafcorner, die lijken wel bekend. Want... Ja, net, dat heb je heel goed gezien. Die zijn zeker bekend aan de tegenstander, maar maak je niet ongerust. Want we hebben nog een aantal varianten, die proberen we zo lang mogelijk achter de hand te houden. Om die op de cruciale momenten in de halve finale of eventueel in de finale te kunnen spelen. Dus het is meer een kwestie van dat we een aantal varianten gewoon niet laten zien. Deze zijn bekend, maar je ziet vandaag met deze variant hebben we ook 2 keer gescoord. En als je hem goed speelt, is je gewoon onhoudbaar. Die 2 wissels aan het slot van de wedstrijd, waarom was dat? Ja, er is een idiote regel dat iedereen, al heeft hij maar 1 minuut gespeeld, in het veld moet hebben gestaan. Anders komt hij dus nooit voor een medaille in aanmerking. Tegen Pakistan begon je met Maarten Grimberg in de basis. Vandaag Stefan Veen. Heeft hij hem eruit gespeeld? Nou, het is niet de kwestie dat hij hem eruit speelt. We hebben gewoon 4 goede spitsen. En Stefan bleek elke keer als hij erin kwam dat hij door zijn bewegelijkheid gewoon veel gevaar kon geven. Dus wat dat betreft was dat nu ook eens tijd om hem eens een keer te laten beginnen. Wat vond u van de spits, Stefan Veen? Ja... Die hebben het natuurlijk zoals elke spits, hè, bijzonder moeilijk. Omdat ze de beste verdedigers tegen zich hebben. Maar hij maakt een zeer sterke indruk. Ja, het is niet makkelijk om hem af te stoppen. En in hockey helemaal niet natuurlijk. Want bij het minste geringste is er een overtreding. En regent het strafcorners. En daar hadden we dus iets meer moeite mee vandaag. Maar laten we maar zeggen dat het met de halve finale beter gaat. Hè. We zeggen dan ja. Ja, toen... Moeilijke gang om bij die laatste 4 te komen. Zeker na het verlies tegen Pakistan met 3-2. Herstelde zich vervolgens voortreffelijk tegen Maleisië 6-0. En op Australiërs hebben het erg goed gedaan. 1-1 tegen Duitsland. Voor de rest alles met grote cijfers gewonnen. Dat bewijst het feit dat ze een doelsaldo hebben van plus 18. Goed, de Nederlanders gaan nu naar de eigen helft. We hebben 2 uitstekende scheidsrechters staan. De Belg van beneden en Deo, Santiago Deo, de Spanjaard. Die voor Nederland nooit ongunstig fluit. Dat is een hele strenge, autoritaire arbiter. Maar Nederland kan goed met hem wegkomen. Het is ook... Australiërs gaan nu even naar de tribune van... Aan de overkant van onze commentaarpositie om even hun fans te begroeten. Nou, als ik naar Nederlandse fans moet zoeken, overal zie ik oranje. Er was ons verteld dat het stadion uitverkocht zou zijn. Dat ziet er niet naar uit. Hoewel dat misschien ook komt omdat er nogal veel paspartouts verkocht zijn. En mensen dus de vrijheid hebben om wel of niet te gaan. Zo zie je hele lege vakken. Die waren kennelijk voor sponsors bestemd. Het weer is... Redelijk, een graadje of 30. Een briesje
en niet ongunstig voor de Nederlanders. Goed, dan gaan we beginnen met de afslag van Stephen Davis. Die ook meteen doorgaat. Ja, en dat is waar je zo bang voor moet zijn. En Leistra is er goed uitgekomen, tot aan de rand van de cirkel. Dat is de angst of de Australiërs heel snel zullen proberen over Nederland heen te lopen met dat fysieke, dat robuuste en harde spel. Zoals we hier al zien dat Poortenaar de grond al gevonden heeft. En dat was de schuldige Lee Bodymead. Vrije slag voor Nederland. Bovenlander. Vindt Delers op het middenveld. Hoe goed is zijn vorm vandaag? Heel bepalend, als hij de bal goed van de stick kan krijgen, dan zal er zeker gevaar voorin zijn. Poortenaar dus op de rechter verdedigersplek. Omdat Van Ede voorstopper staat. Bovenlander heeft die overzicht. Pas was bedoeld voor Brinkman, maar komt niet aan. Wansburg. Gevaarlijke speler, goed afgestopt door Bovenlander, maar wel net een overtreding. Warren Birmingham. Ook hij tastend om de juiste spelers te vinden. Bodymead. En een vrije slag. Bovenlander. Ja, daar komt hij toch niet goed uit. Birmingham kan overnemen. Vindt Stephen Davis. En dat is buitenspel van Wansburg. Bovenlander. Poortenaar, goed gegroeid in het toernooi. Speelt vrij constant. En heeft niet al te veel overtredingen in de cirkel nodig als er echt gevaar dreigt. Laatste man, Kenneth Walk. Goed voor 124 interlands, zoals vele spelers bij Australië. Geroutineerde ploeg. Waar spaarzaam nieuwe krachten ingebracht worden. En deze roodharige heer die de bal nu teruglegt, dat is Joe Stacey. Dat is de man die de strafcorners inslaat. Afstand, Birmingham. Goed opgepakt door Evans. Gaat de cirkel in. Nee, wordt er net buiten gehouden. Overtreding vlak bij de cirkel. Komt er goed in. Ja, dat moet een doelpunt zijn. En dat is het. Ja. Daar zat een klein gaatje, de man werd niet afgedekt en kon scoren. Ashley Corby, nee, Paul Lewis was het, de nummer 12. Nogmaals die actie. Eigenlijk had het daar al moeten gebeuren en dan is er te veel ruimte. Hij kan vrij aannemen en inschieten. Poortenaar stond ernaast en keek. 3 minuten en dat is natuurlijk een echte klap. Want de plannen waren natuurlijk dat Nederland zo snel mogelijk in de cirkel zou komen en dan proberen om via bovenlanden de voorsprong te nemen. Dit is Paul Lewis nog eens. Kijk eens hoe handig die man weg kan draaien. Maar Deo stond erbij en zag de overtreding. Heel aparte man die Deo, houdt de touwtjes erg strak. Diepeveen loopt bij Stacey. Die zijn al elkaar gewaard. Twee harde jongens. Evans, overgenomen Weterings. Maar dat is een paas waar niemand iets mee kan en dan krijg je onmiddellijk gevaar. Nee, gevaarlijk spel. Van Ede. Poortenaar. Ja, dat is slordig balverlies van Brinkman. Overgenomen David Wansburg. David gaat door. En dat loopt goed af. Poortenaar. Om lucht te brengen in de verdediging. Veen. In de rug gelopen. Vrije slag. Van der Honert. Met Brinkman in 1-2'tje. En Van der Honert moet zijn tegenstander opzoeken. Hij is handig. En als hij er tegenaan loopt. Dan krijgt hij meestal de overtreding in zijn voordeel. Brinkman.
Weinig mankracht voorin en veel groen-gele hemden. En de overtreding is van Brinkman. Dat is hem. Ja, als je geen andere speler kunt vinden, dan in ieder geval maar het terreinwinst pakken. Zwak. Loopt ook al lang mee deze man. Beetje de taak achterin overgenomen van Craig Davis. Legendarische man in de Australische ploeg. Maar dit toernooi is het eerste grote toernooi waar hij niet meer bij is. Kijk naar Bovenlander. Te spannen. York naar Wark. Veen gaat mee verdedigen. Dat is goed. Ja, dan kan die toch gewoon doorgaan, Wark. Omdat het niet actief genoeg is. En Bovenlander die stopt Wark af. Maar Deo zag er geen ernstige overtreding in. En daar heeft hij gelijk in. Kan geen kwaad zo'n confrontatie. In het verleden liet Nederland zich door de hardheid en de stugheid van de Australiërs nogal eens overspelen. Nogmaals die actie. Ja, niet echt ernstig. Ook leuk om te zien dat Weterings daarmee verdedigde. De ploeg weet dat er vandaag hard, zeer hard gewerkt moet worden. Compleet Nederlands feestje. Zo zagen we onze minister-president, de heer Lubbers, hier op de fiets aankomen. Die was vanuit Barcelona op de fiets naar terrassen gekomen. Toch zo'n kilometer of 40, 45. Ook hij is dus begeesterd door de sport die hier aan één stuk doorziet. Van de Honert. Brinkman voor de rugdekking en die wordt even aangetikt door Wansburg. Dat lijkt op een soort revanche en Wansburg mag dan ook bij van beneden komen. En wat krijgt hij voor een straf? Nou, de groene kaart. Dat betekent dus dat als dat hem nog een keer overkomt, dat hij in ieder geval voor minstens 5 minuten naar de kant mag. Dit is hem. Ook al 125 interlands voor zijn land. De Honert handig, dan is het Brinkman die overneemt en daar komt dan die duw in de rug. Bovenlander breed op Van Pelt. Die zich een vaste plaats heeft verworven in het team. En dat is leuk. Als twijfelgeval meegegaan naar Maleisië. En hier toch zo goed bezig dat hij het vertrouwen van Joritsma heeft gekregen. Van de Honert. Brinkman vrij. Nu moet zijn paas komen. In de cirkel. Kansje voor Van de Honert. Wat maakt hij het af? Hij maakt het niet af. De bal gaat gewoon over de achterlijn. En hier onze minister-president. Bovenlander. Ja, dat moet toch allemaal wat agressiever, want zo zie je dat je dan de ballen om de oren krijgt. Loopt goed af. York op Birmingham. Ja, ze vechten voor alles hoor. Af en toe, als je naar de Australiërs kijkt, denk je dat je voetballers ziet. Sliding en tackle, ze gebruiken het allemaal. Veen. Van Pelt. Kijk eens, keurig. Diepe Veen. En die krijgt hem mee. Op de knie getikt. Spel gaat door. Brinkman gaan aannemen, maar wordt bij de cirkel correct afgehouden door Ashley. Carey. Wansburg. Stacey loopt in het centrum met in de rug Weterings. En die moest wel overnemen omdat Diepveen even weg was. Bovenlander.
Ja, dat is een groot gevaar wat hij in zijn buurt heeft. Die Stephen Davis was al goed voor 5 doelpunten in dit toernooi. En daar moet dus ook opgelet worden. Van Ede pakt hem. En Bovenlander moet de rugdekking verzorgen. Stacy, nieuwe strafcornerman en wat voor een. Dat was de coach Frank Murray van de Australiërs. Weterings. Veen en Van Pelt bij de cirkel. Komt erin en dat is dan weer jammer, zo'n bal omhoog gaat. Nou, je zou denken dat het wat achteruit moest, maar dat hoeft niet. Jok. En Wark. Ja, die twee zijn enorm ingespeeld. Australiërs hebben niet een echte competitie. Sinds kort zijn er een 6-tal ploegen die daar iets aan doen. Voor de rest zijn het statenwedstrijden en zien ze elkaar eigenlijk alleen op grote toernooien. Maar wel dan voorafgegaan door lange voorbereidingen. En dat merk je, de ploeg vindt elkaar blindelings. Komt Bovenlander goed weg, onvoldoende afstand. Maar zijn passes zijn wat kort. Mooie combinatie Birmingham en Stacy. Stacy voorbij Diepenveen. Speelt af op Body Meat. Die heeft Van Pelt voor zich. En Van Pelt grijpt correct in. Hele strijd geweest tussen hem, Leo Klein-Gebbink en Hendrik Jan Kooijman. En hij is als winnaar eruit gekomen. Stacy. Jongen die leeft voor het hockey, zoals veel van die Australiërs. Als ze eenmaal kiezen voor deze sport, dan laten ze de maatschappelijke carrière op een laag pitje staan. Birmingham weet het niet, dus terug. York. Birmingham. Diepveen. Met geluk en een voet. Evans. Stacy. Ja, dat zijn mooie duels tussen die twee hoor. Tussen Diepveen en Stacy. Dat is nipt. Goed opgesteld van Delis in de cirkel. Van Ede speelt weer zo'n bal die even van de stik loopt. Nu was er niemand in de buurt. Ja, dat doet hij toch ook niet echt handig. En dus moet Brinkman hem steun geven. Dat doet hij goed. Deden ze. Van der Honert niet. Davis en Birmingham. En Birmingham wint. Spelen toch ook bedachtzaam de Australiërs. Laten veel lopen via die achterste twee. Walk en Yark. Ik denk ook dat ze voorin die Haker natuurlijk erg missen. Bovenlander, van hem moet het overzicht komen bij de eerste actie. Dus de veiligheid bij Delissen. Vrije slag Australië.
Van Pelt. Er is nog niets verkeerds van zijn stick gekomen. Van Diepenveen wel nu. Van Birmingham kan overnemen. Gaat richting cirkel. Daar is een paas. De bedoeling was Evans, was Davis. Maar dat mislukte. Knappe beweging was dat van Weterings, maar er was gefloten. Diepenveen. Opvallend hoe vaak hij, wanneer hij het duel aangaat, toch de vrije slag mee weet te krijgen. Diepenveen, ja. Kijk eens hoe handig hij dat dan ook doet, hè, zo'n vrije slag versieren. Een metertje terug en nog een metertje terug en dan mag het. Van Pelt. Weterings tussen twee man. Ja, het is fysiek allemaal erg hard. Ze gaan geen centimeter opzij, de Australiërs. Goeie klap van Weterings. Van de Honert schuift in, maar kan er niet bij. En het eerste werk voor Damon Belletti. Van Pelt. En de overtredingen worden toch voor het merendeel door de Australiërs gemaakt. Veel dode momenten in het voordeel van Nederland. Brinkman kan vrij aannemen. Moet dan wel om Carey heen. En houdt een vrije slag over. Hoort ernaar. En dan hopen dat zo'n doodmoment ook eens goed gedaan wordt. Want we hebben te veel gezien dat die ballen hoog de cirkel ingaan. En ja, dan worden ze afgefloten. Deze ging ook weer omhoog. Dat is jammer, want daar zul je het toch van moeten hebben. Met name als je een strafcorner in de cirkel wil bemachtigen. Diepenveen. Delen ze. Iets meer druk nu toch van Nederland en Veen. Van de Honert. Schitterende beweging weer. Dat is de tweede, dat is de derde. Ah, uitstekend afgestopt door Kenneth Walk. Het puntje van de stick. Ja, Bovenlander moet niet te laconiek doen. Zeker niet met zo'n linkerspits als Paul Lewis. Delen ze. Wordt veel in het spel betrokken. Krijgt dan ook de nodige vrijheid. Birmingham laat hem gewoon gaan. Wacht eens op Poortenaar. Die neemt die ballen van de rechterkant. Cirkel is vol. Dus wie weet. 17 minuten gespeeld. Lange hoekslag. Komt er goed in. En dat is een strafcorner. Fout Michael Jork. De eerste voor Nederland. Moest er een keer van komen. De druk werd wat opgevoerd. En dan is er ook resultaat. Even overleg aan de cirkel. Wat gaan we doen? Van de Honert staat links en Weterings rechts van Bovenlander. Dus hij heeft mogelijkheden om af te schuiven. Maar het kan ook zijn dat hij rechtdoor gaat. Hoe goed is de stop? Die is goed. Rechtdoor. En het mag over, want Warren Birmingham liep te snel uit. Brinkman. Stop is goed. En het is een doelpunt. In de hoek waar de lijnverdediger stond. Kei en keihard Bovenlander. Nummertje 10 voor hem. En Nederland komt langs zij. Nogmaals de corner. Kijk,
Daar is geen hou aan voor Walk, de lijnman. En dan ook nog eens van de lage camera. En dat is niet zo mooi te zien, maar hij ligt echt achter Damon Dalletti. Ja, daar ziet u hem tegen de plank. Nou, nu kijken of Nederland door kan gaan. Dezelfde druk als de laatste 5 minuten. Via dat uitstekende gereguleerde werk van Mark Telers op het middenveld. Lewis. Ompoorten naar één. Moet Bovenlander ingrijpen. Wat doet hij? En dan is het een lange hoekslag. Van Ede was ook alert. Nou, ook de Australiërs hebben moeite met de dode momenten. Veen kan een mannetje uitspelen, maar zoekt toch de veiligheid bij Delissen. Weterings. Goed versneld. Ja, die krijgt hij natuurlijk mee. Rugdekking zit zo dicht op de man die het duel aan moet gaan, dat als je daar nou maar tussen ziet te komen, dan hou je die vrije slag regelmatig over. Nederlands hoop in bange dagen. Diepeveen. Altijd goed voor strijd. Delissen. Krijgt hij een zeven ruimte om zijn aanvallen op te zetten. Knappe bal van die Stephen Davis, die nummer 6. Ja, en dat is nooit goed als Diepeveen bij de scheidsrechter moet komen. Want dan moet hij oppassen dat hij niet door het lint gaat. Dat wil hem nog wel eens gebeuren. Waarschuwing heeft hij te pakken. Murray, de coach van de Australiërs. Man die onder hele moeilijke omstandigheden in zijn land werkt, door de grootte van het land. Aan de andere kant heeft hij wel 30 miljoen Australische dollars gekregen om zijn ploeg voor te bereiden. Dat is veel geld. Ja, overtreding Diepeveen op Stacey. En voor hetzelfde geld geeft Deo daar een strafcorner. Vast buiten de cirkel, maar het zag er stevig uit. Kijkt u maar. Dit is gewoon iemand wegzetten. En ik zei het u, Deo is nooit erg onaardig voor de Nederlanders. Evans voor de vrije slag. Paardjes lopen in de cirkel. En dat is goed. Goed opgelost. En nu moet Bovenlander overzicht in zijn spel zien te leggen. Basis. Ja, bijna goed. In ieder geval is Nederland uit de verdediging. Diepeveen. Krijgt hem mee. Weterings. En Diepeveen is de doorgaande man. Kijk eens hoe gretig die weer is. Ja, dat is een moeilijke bal op snelheid. Maar hij staat er weer. 36 jaar en hij weet niet van afzien. Wansbrug. Goed opgevangen. Dat is keurig werk van Ede. Die dan weer de push speelt. Moet u eens opletten dat hij bijna elke bal schuift. Hij slaat zelden. En ja, dat is vaak tegen agressief spelende tegenstanders onvoldoende. Daardoor leidt hij veel balverlies. Stacey.
En het laatste tikje was van Van Pelt. Die elk duel goed ingaat. Jok. Mooi opgevangen van de Honert. Het is wel een hemd, maar zijn mannetje uitspelen kan hij. Ja, dan moet hij hem niet afschuiven. Want daar loopt natuurlijk iemand mee. Stacy. En Diepeveen. Stacy. En weer Van Pelt, die werkelijk een voortreffelijke wedstrijd speelt tot nu toe op die linker verdedigerspositie. Hij heeft de Lee Bodymeat in de zak. Van Ede, ziet u, daar gaat hij weer met zijn schuif. Bastiaan Poortenaar, inzetbaar op vele plaatsen. En nu dan als rechter vleugelverdediger. Afstand en snel genomen, Veen. Oh, die heeft wel een moeilijke taak daar. Niemand bij zich, maar hij haalt er het maximale uit. Een vrije slag. Delissen. Van Pelt is mee naar voren gekomen, maar ja, als je hem niet ziet... Bovenlander. Alles nu op de helft van Australië. Lewis. Ja, en weer de stereotype fout eigenlijk van Van Ede. Elke wedstrijd maakt hij er wel in. Ja, dat wordt natuurlijk een doelpunt. Hoog in het net via Lee Bodymeat. Dat kun je ook niet herstellen, zo'n fout. Van Ede heeft het Nederlands team in deze eerste wedstrijden en ook weer nu elke keer wel een keer in problemen gebracht. En dat hoef je met Australiërs niet te doen. Het was Lewis die de bal afpakte en Bodymeat die het afmaakte. Kijk maar, Bodymeat keek, Lewis keek goed. Bovenlander kon hem ook niet meer aanpakken. En Lijstra was het doel uit en dan is er een gat. Zo maak je dat af. 2-1. Ongelofelijke fout van Pieter van Ede. Diepeveen. Stacy bij zich. En hij speelt het voortreffelijk. Lange hoekslag. Beterings. Diepeveen. En dat is te kort en Stacy zag het. Voetje van Weterings, maar het mag doorgaan. En dat leek me nog een voetje. En nu wordt hij wel gegeven. Vrije slag voor Nederland. Zware mandekking in de cirkel, maar dat is begrijpelijk. En dan gaat de bal weer omhoog. En zien wij beneden alle bankzitters van de Nederlandse ploeg zich warm lopen. Want ja, Jorisma zal iets moeten bedenken. Blijft opmerkelijk dat die Pieter van Ede, die zo weinig internationale ervaring heeft, toch elke wedstrijd blijft handhaven. Gaan ze weer. Weer die Davies. En het is een strafcorner. Goed. Bovenlander is het er niet mee eens. En dat is de man, Stephen Davies. Dit is hem overigens niet. Het is de man met nummer 6. Nou, wat gaat Jay Stacy doen? En hoe is het uitlopen van Kees-Jan Diepeveen? Ze spelen hele mooie variaties. Dat hebben we in het toernooi gezien. Over 4-5 schakels en dan toch scoren. Maar, zoals hier, en dan is het Diepeveen die dat zag... Natuurlijk kennen de spelers elkaars corners via de videobanden die overal gemaakt worden. En dan krijg je de gevaarlijke uitbraak omdat je een man meer situatie hebt. En die moet Weterings dan oplossen. En hij moet een corner geven, ja. Want het was de voet van Ken Walk. Deze man. Die kwam hard inlopen en het was niet gestikt, maar de voet. Boeiend is dat in het moderne hockey. Kijk, daar komt hij aan, Walk. Ja, neemt de bal met het lichaam mee. Het was niet zijn voet.
boeiend is dat in het moderne hockey, dat als je een corner afweert, dat je heel vaak aan de andere kant een hele gevaarlijke situatie krijgt, zoals dat nu ook gebeurde. Schuif is goed, stop is goed, afschuif is goed en dan te zacht ingepoest door Taco van der Hoornert en dat is afhouden van York en we krijgen opnieuw een strafcorner. Aardige variatie, maar de push had wat weinig kracht. Derde corner. Wat geeft van beneden daaraan? Dat de bal niet stil lag. Er wordt in ieder geval niet op gereageerd. Dus dat betekent dat de spelers het ermee eens zijn. Blessure voor Wok. De Australiërs zijn gek op dit soort toernooien. Champions Trophy, wereldkampioenschappen en natuurlijk Olympische Spelen. Als je zo goed presteert als zij, altijd bij de eerste vier op grote toernooien. Ik zei het, goud op de echte grote toernooien ontbreekt nog. Maar altijd bij de eerste vier. En je speelt normaal voor 500 toeschouwers in eigen land. Dan is dit natuurlijk leuk. Ik denk dat de bal niet stilgelegen heeft. Want anders mag van beneden hem niet affluiten. Nou, Wok ziet er nog niet echt fris uit. En het Nederlandse duo links Bellaert en rechts Hans Jorisma, manager respectievelijk coach. Jok. Van Pelt. Hij doet het goed tegen Stacey, Diepeveen. Komt er heel goed uit. Stacey weer. Zoekt body meet. En dat is Bovenlander met zijn goede techniek. En Van Pelt. Die heeft al menig open doekje gehad hier. Ja, dit keer loopt Weterings die voor de rugdekking van Diepeveen zorgde. Stacey onver. En je kunt niet zeggen dat na zo'n 30 minuten spelen Nederland de minder is van de Australiërs. Absoluut niet. Speelt goed met overleg. Maar tegen blunders kun je je natuurlijk nauwelijks wapenen. Ja, en dan ook zo'n blunder aan de andere kant. Maar dat doet Veen ermee. Dat moet hij natuurlijk ineens uithalen. Maar keurig gestikt van Michael York ervoor. Dat is jammer, dat is een beetje het gemis bij Stefan Veen. Hij mist het killersinstinct om ineens af te maken. Ook tegen Maleisië zagen we dat. Een groot aantal kansen, maar het echt doorstoten tot in het doel, dat gaat hem toch nog wat moeilijk af. Van der Hoornert, Brinkman, Veen, keurig werk van Ashley Carby. Ze hebben toch handen en voeten nodig hoor, die Australiërs in de verdediging om de Nederlanders af te houden. Lange hoekslag en dus Poortenaar. Hij mag het nog eens doen. Ja, dan moet je toch meer uithalen uit die spelhervattingen. Dat blijft een zorgelijke zaak.
spelen ze handig weg bij Birmingham. En Van Pelt, die heeft nog niet veel slechts gedaan met de bal. Ja, ze blijven jagen, dat kunnen ze enorm. En dan meteen de counter in. Je kunt je niet permitteren om een slechte paas weg te geven. Stacey. En de rugdekking dit keer van Lijstra, die eigenlijk het hele toernooi op een enkele slechte redding na voortreffelijk staat te keepen. Bodymeat en Weterings. Goed mee verdedigend. Stacey en Wansborough. Beetje vierkante meterwerk nu. En Deo geeft nog eens nadrukkelijk aan dat hij afstand wil bij de vrije slagen. Stacey. Nogmaals vrije slag. Maar het zag er weer gevaarlijk uit omdat Evans goed de vrije ruimte inliep. Bodymeat. Buitenspel. Nog 1 minuut te spelen in de eerste helft en Nederland kijkt dus tegen een 2-1 achterstand aan. Birmingham. Bodymeat. Ja, Van Pelt, nu ben je hem een keer kwijt. Man haalt goed uit. En kijk dan toch eens hoe dan iedereen aan kan nemen dat er onvoldoende ingegrepen wordt door de defensie. Het loopt nu goed af. Maar het is toch wel opvallend dat 2-3 man in de cirkel kunnen aannemen. Hier zien we dat nogmaals. Die kan aannemen en de volgende man kan er eigenlijk ook nog bij. Dat was Lewis. En dit is Poortenaar. Walk loopt weer. Goed, zonder te hippen. Ja, dan is het gebeurd met de eerste helft. 2-1 is de ruststand. Goed spelend Nederland, wat zeker niet kansloos is. Maar dan moeten er in de tweede helft niet meer van die fouten gemaakt worden. Zoals Pieter van Ede deed. En we moeten trouwens afwachten of we hem in de tweede helft terugzien. Dat we nog niet begonnen zijn aan de tweede helft. En wat een beetje de verwachting was. Onze bondscoach Hans Jortsma heeft Pieter van Ede naar de kant gehaald. En Hendrik-Jan Kooijman, een geroutineerde speler, in het team gezet. En dat zal denk ik betekenen dat Bastiaan Poortenaar voorstopper gaat spelen. En Hendrik-Jan Kooijman als rechter vleugelverdediger gaat staan. Dat zie ik nu ook links in uw beeld gebeuren. Als men de plaatsen in gaat nemen. En ja, zo'n omzetting kan natuurlijk gevaar inhouden. In Maleisië werd Kooijman door Paul Lewis, de linker vleugelspits, volledig zoek gespeeld. En Lewis zal dus ook met plezier richting Kooijman kijken. Aan de andere kant, fouten maken zoals we gezien hebben van Ede kan natuurlijk niet bij zulke belangrijke wedstrijden. 35 minuten heeft Nederland om iets aan die 2-1 achterstand te doen. Centrumspits Stefan Veen mag beginnen. Australiërs zijn met dezelfde ploeg in het veld gekomen. Geen wissels. En die man die daar staat te rekken is de voor sport begrippen stokoude Kees-Jan Diepenveen. Delissen. Diepe bal. Wansburg. Tijd niet meegedaan, geblesseerd geweest. Maar hij is er vandaag toch weer echt. Stacey. Goed op voordeel gelet. En bovenlander voor de rugdekking. Lewis en Wansburg. Eerste balcontact voor Kooijman.
En die krijgt meteen een strafcorner om de oren. Nou, dat vind ik redelijk zwaar bestraft. Maar hij raakte inderdaad de stik van zijn tegenstander. Altijd gevaarlijk, zo meteen in de eerste minuut, zo'n strafcorner. Als die erin gaat, heb je wel een erg hopeloze achterstand. Poortenaar is de man op de lijn. Diepeveen loopt uit. En Leistra moet heel goed opletten. Wordt het vallen of blijven staan. Birmingham, Walk gaat rechtdoor. En het is raak. 3-1. Ja, de hoek waar geen man staat blijft de kwetsbare hoek. Die moet door de keeper afgedekt worden. Maar de bal was zo kiezelhard dat er geen eer te behalen viel voor Leistra. Dit is een Ken Walk. Aanschuiven van Birmingham. En dan hard over de stik van Leistra heen. Diepeveen zat ook misschien iets te veel aan de binnenkant. En niet op de stik van Walk. Hoe veerkrachtig is de Nederlandse ploeg van Pelp? Zijn eerste foutje. Dit is Hendrik Jan Kooijman, krijgt even extra aandacht als invaller. En Veen. Evans. En Kees-Jan Diepeveen. Poortenaar. Vindt Kooijman. Brinkman en Van der Honert. Nu moet hij snelheid maken. Gaat binnendoor, gaat nog eens binnendoor en vallend is het Walk die redt. Alleen Bovenlander op eigen helft. Delissen. Misschien moeten we een klein beetje hoop putten uit het feit dat Nederland weliswaar de laatste belangrijke ontmoetingen tegen Australië verloor. Dit is de sombekijkende Van Ede overigens. Maar in de tweede helft eigenlijk steeds winnaar werd. Niet voldoende om de wedstrijd te winnen, maar ze konden terugkomen. Bovenlander en Delissen, daar komt hij goed uit. Diepeveen. Nou, die weet dat Stacey fel is en dus moet hij ook veel sneller de bal afspelen. Beterings om Evans heen. Maar hij haalt er niets uit. De bal is over de achterlijn geweest. Dat is een hele riante die Deo hier weggeeft, die strafcorner. Want het enige wat eigenlijk gebeurde was dat er niet voldoende afstand genomen werd. Maar misschien vindt Deo ook dat er wat vertraging zit in de werkzaamheden van de Australiërs wanneer er het doodmoment is en een spelhervatting moet plaatsvinden. Vierde corner. En mogelijk de aansluiting. Wat heeft Bovenlander voor de Australische defensie in petto? Afzwaaier. Ja, lange hoekslag uit het doel gespeeld. En Delissen protesteert natuurlijk. Die heeft wel vast weer iemand gezien die een overtreding beging. Dat hoort nou eenmaal bij dat hockey. Maar Deo stond er natuurlijk wel met zijn neus bovenop. Weer die zwakke spelhervatting. En Deo krijgt veel aandacht. Hij is een Spanjaard. En daar is men natuurlijk trots op hier.
Nogmaals die corner. Ja, en dan zegt men, en dat blijkt toch wel waar te zijn ook, dat hij op het been van Wolk kwam. En dan moet je dus eigenlijk iets anders doen. Voortreffelijke ingreep van Kees-Jan Diepenveen voordat Stacey uit kon halen. Die gaat door en dat is buitenspel. Nee, het is geen buitenspel. Hij geeft een corner. Poortena protesteert. Hij heeft er moeite mee. Dit was die actie. Dat 1-2'tje tussen Stacey en Diepenveen. Dan gaat Stacey richting cirkel. Ja, en dan zit hij inderdaad op de voet van Poortena. En of er nog iemand buiten spel stond. Dit was de waarneming van de Belgische arbiter van beneden. Vierde corner voor de Australiërs. Dat is altijd aardig, een keertje uitlopen. Want dan heb je eigenlijk al gezien of er rechtdoor geslagen wordt of dat er een variant komt. Nee, Wark gaat rechtdoor. Lange hoekslag. Het uitlopen van Diepenveen blijft toch nuttig. Nou, daar komt Nederland goed weg, want Body Meat kon daar bijna vrij aannemen. Dit is hem. Poortenaar. Kooijman. Brinkman. Ja, Kooijman is gelaaien. Is fel. Die heeft nog een appeltje te schillen met die Paul Lewis. Ja, dan verspeelt delen ze de bal aan Stacey, die snel wordt afgehouden door Bovenlander. En dan mag hij van geluk spreken dat het net aan de verkeerde kant van de lijn is. Kijkt u maar. Goed is, ziet u de lijn in beeld. Daar gebeurt het. Anders had dat mogelijk weer een strafcorner geweest. Birmingham. En Leijstra zag dat goed. U hoort hem schreeuwen, hij praat zijn ploeg weer naar voren toe. Slecht uitverdedigd, Stacey. Van Pelt voor Body Meat. Telissen. Niet buitenspel, Veen. Moet het duel met Wolk aan. Ja, die is lang, hè? Die is erg lang. En Deo vindt niet dat er een overtreding begaan werd. Poortenaar. Rugdekking Diepenveen. Nieuw Diepenveen. Dat is de kleine David Wansbrugh. Schitterend zoals Stephen Davis hier wegdraait. Dan moet je je voorstellen dat het eigenlijk de tweede garnituur is. Want normaal gesproken had op zijn plaats Heger gestaan. Ja, goed gezien van beneden. Diepenveen weg. Veen. En York. Die moet hij uitspelen. De eerste beweging is goed. Ja, dan moet hij erin lopen. Dan krijgt hij misschien die corner. Ja, hij krijgt hem. Ja, dat deed hij handig. Hij zette door zijn beweging York en Wolk tegen elkaar aan. En dan krijg je natuurlijk in dit geval de strafcorner. En die is nodig. Jacques Brinkman, de man van Kampong. Kijkt, weet waar Delen ze hem hebben wil. En dan kan er gevarieerd worden. Ja, dat doet hij. Hij schuift ineens van de stick van Delense naar Van der Hoornert. Maar die pusht de bal over het doel. Scoorde toch al 5 maal in dit toernooi. Dus er was alle reden om het zo te doen. 4 maal moet ik zeggen. Kijk je maar, Delense schuift af. En daar is de push over het doel heen. Ja.
first half of the extension of the match between Blaze and Argentina and the end of the result, Blaze 5, Argentina 4. Bovenlander. Kooijman. Overal gaat hij ze halen, die Stephen Davis. Loopt niet alleen in de spits, maar overal. En is snel. Maar nu niet snel genoeg. Sombere gezichten op de Nederlandse bank. Lewis en Wansbrug. Keurige beweging Brinkman. En Veen. Delissen. Veen. Allemaal erg kort. Maar het gaat nog steeds goed. Van der Honert. Buitenspel Gijs Weterings. Beetje rommelige fase toch nu. Met veel balverlies. En dan krijgen we een wissel. Lee Bodymeat gaat naar de kant. Die heeft zich niet waar kunnen maken tegen de uitstekend spelende Van Pelt. En hij wordt vervangen door de nummer 9. Lechlen Elmer. Birmingham. Bovenlander moet oppassen, want het mannetje is snel. Dat hebben we gezien, die Davis. Buitenspel. Echte doelpuntenjager, die nummer 6, die Stephen Davis. Die op elke bal loopt. En dat deed zijn geblesseerde voorganger. Mark Heger ook. Veen. Bovenlander. Nederland heeft toch moeite om uit de verdediging weg te komen. Pasers worden minder. En dat doet Birmingham beter. Oh, daar lopen twee Australiërs elkaar in de weg. Delissen. Kooijman. Weterings. Ja, die kan een mannetje uitspelen. Vrije slag. Kooijman. En weer Weterings. Op de stik. Ja, dat moet hij natuurlijk niet doen. Dan kom je niet meer weg. Kijk eens hoe makkelijk die in balbezit blijft. Ashley Carey. Voordeel. Davis. Poortenaar laat zich uitspelen. Bovenlander legt de stikplat, is niet voldoende. En dan moet Poortenaar het oplossen. Ja, een handenbindertje, die Davis. Deden ze. Diepeveen. Nou, dat was goed dat hij daar nog even met de stick terug zat, tussen zat. Anders had Stacey door kunnen gaan. Ja, dat gaat een straf opleveren. Op de grond ligt Birmingham.
Maar daarvoor werd natuurlijk een overtreding begaan op een van de Nederlanders. En de groene kaart is dan ook voor de man die net het veld inkwam, Lachlan Elmer. Hier nogmaals die actie, bovenlander, daar ziet u Birmingham ook lopen. Kijk, en hij wordt natuurlijk gewoon tegen de grond gelegd door Elmer. Een kwartier gespeeld. En Nederland op een zware achterstand, mag je wel zeggen. 3-1. En dan krijg je ook zulke acties van speel die bal maar weg. Dat kost tijd. Ook Jorritsma pijnt zich zo wat hier aan gedaan moet worden. Ja, is Bovenlander is ook niet blij met zijn werk. Evans. Paas richting Stacey. Lewis en Kooijman. Ja, dat is goed wat Kooijman doet. Kort dekken, want anders wordt hij weggelopen door die snelle Lewis. Brinkman neemt geen afstand en dat hebben we al een aantal malen op dit toernooi gezien. Dan wordt er fel ingegrepen door de arbiters. En wat is het in dit geval? Een groene, dus hij komt goed weg. Handig hoor, Stacey. Maar correcte ingreep in de verdediging en Diepeveen weg. Stuit op Birmingham. Vrije slag Nederland. Alle verantwoordelijkheid wordt achterin bij Bovenlander neergelegd. En die moet dan maar uitzoeken wat hij wil. En die zoekt meestal Delissen. Lange hoekslag. Werkelijk niemand bij. Dat gebeurt niet vaak dat een cirkel zo leeg is. Alleen Lewis stond erin. Dit is hem. Delissen. Toch wat minder vrij dan in de eerste helft. Bovenlander met een verschrikkelijke veeg, maar daar kan niemand bij. Lijstra, ver zijn doel uit. Weet ook dat de secondes belangrijk zijn en ziet ook dat het niet loopt in het samenspel. Combinaties zijn niet vlekkeloos. En echt gevaarlijk is het na rust nog nauwelijks geweest van de kant van Nederland. Ja, en dan gaat natuurlijk ook Australië temporiseren via zijn beste spelers. Bok en Birmingham. Dit is hem, de aanvoerder van de Australiërs. Kijk, het zijn allemaal ballen die uit de verdediging komen, maar niet bij een medespeler. Kooijman. Een moeilijke bal om te pakken, maar Brinkman krijgt hem mee. Kooijman. Veen. Ja, en die wil twee dingen. Die kijkt naar binnen of de medespelers zijn. En ondertussen loopt de bal over de zijlijn. Ja, Deo heeft zijn hobby gevonden. Afstand.
de Nederlanders nu op kilometers afstand. Weer die gevaarlijke Davis. Is goed hoor in het duel. Ook Poortenaar heeft zijn handen vol aan hem. Weer slecht uitverdedigd. Davis door op Stacey. Stacey de cirkel in. Nee, bovenop Poortenaar probeert hem er buiten te houden. Dat lukt. Peterings. De lange klap. Maar dat heeft natuurlijk geen zin. En dan gaat Poortenaar er maar eens bij zitten in het veld. Die is toch even aangetikt bij die actie waarbij die Stacey afhield. Mooi kunstgrasveld en dan te bedenken dat het na de Spelen onmiddellijk er weer uitgaat om dit stadion weer om te bouwen tot een voetbalstadion. Zelfs als je achter staat kun je feest vieren. Ja, dat je dan als Australië zo ver weg moet gaan om supporters te vinden. In eigen land is dat maar matig. Wens Breidenbach en Dr. Bom zijn bij Poortenaar en zullen ongetwijfeld wat boodschappen van Jorritsma meegenomen hebben. Zoals het ook aan de kant het geval is waar Delissen en Jorritsma praten. Goed, de verzorging het veld uit. Poortenaar is opgelapt. Nog een kwartier. En de opgave wordt steeds zwaarder. Peterings. Simpel toch weer het balverlies. En Birmingham. Die natuurlijk een vrije slag krijgt. York. En Wark. Dit is Wark. Goed centrum bij de Australiërs. Eigenlijk hebben ze maar één kans weggegeven. En die Wark dan. En dat wordt dan ook prompt de strafcorner waaruit Bovenlander scoorde. Delissen. Kooijman. Van der Honert. Nee, die heeft het ook niet makkelijk vandaag. Voelt zich natuurlijk ook beter tegen bijvoorbeeld een team als Pakistan, waar zijn techniek er meer uitkomt dan tegen deze robuuste verdedigers. Balverlies Bovenlander levert in bij Stacey. Lechlen Helmer, de nieuwe man. En die schiet voor het doel van Leistra langs. Ja, concentratieverlies toch bij de Nederlanders, want Bovenlander leverde die bal veel te gemakkelijk bij Stacey en die op zijn beurt Lechlen Elmer in staat stelde om te scoren, maar gelukkig ging de bal voorlangs. Delissen levert in. Birmingham. Van Pelt. Ja, moet het zeggen. Eigenlijk de beste man in de Nederlandse ploeg. Speelt vrijwel foutloos. En ook onopvallend kennelijk.
Nu moet Veen jagen. Maar doet het niet. Bovenlander. Weterings. Ja, die wint hij. Een tweetje met Van Pelt. En een lange hoekslag via de stick van Walk. Weterings. Ja, en er wordt niets mee gedaan. Juist nu zou je moeten proberen om uit zo'n actie iets te halen. En kennelijk wordt het Jorritsma aan de kant ook wat te machtig. De zwakke spelhervattingen van Weterings. En krijgt Maarten van Grimberg zijn kans om in de laatste 12 minuten te laten zien of hij misschien nog tot iets in staat is. Dat heeft natuurlijk een omzetting tot gevolg. Veen gaat naar de rechtervleugelpositie. Takel van der Honert naar links. En Maarten van Grimbergen gaat als centrumspits spelen. Elmer. Poortenaar. Warren Birmingham met balverlies. Gebeurt hem niet veel. Brinkman. En Veen. Nou, heeft hij een gelukje. Nog een kans. Lange hoekslag. Kooijman. Keurig verdedigd van de Australiërs. Delissen. Ziet ook nog waar hij moet zijn. Ja, dat was handen en voeten bij een slag. Poortenaar. Van Pelt is de man. Daar is hij. Ja, speelt goed en dan durf je ook op te komen. Kijk eens even. Prima, in de cirkel, nu voorzetten. Daar is die voorzet, Delissen vanaf het inleggen. Tweede kans dan voor Maarten van Grimmig en even Stefan Veen. En wat levert het op? Een strafcorner voor Nederland. En daar had hij best wat meer mogen geven. De bal ging omhoog. Kijkt u maar. Goeie werk van Van Pelt. De misser van Delissen. Daar is Veen. En dan gaat die bal van het lichaam de lucht in. En dat betekent dus eigenlijk een strafbal. Maar Deo vindt dat niet nodig. Nou, dat was de man die de bal de lucht inspeelde. Ashley Carey, die naar de middenlijn gaat. En Bovenlander moet het nu doen, wil er nog uitzicht zijn op een gelijkspel. Bovenlander of een van de medespelers. Wat doet hij? Push, hoog. En weer een strafcorner. Ja, Bovenlander wil natuurlijk weer meer. Die gevaarlijke push die hij eigenlijk nog niet gebruikt had, hoog in het dak, dit keer wel. En we weten hoeveel kwaad hij daarmee kan stichten. Nogmaals Brinkman, toch de zevende corner, dan zou je er even moeten gebruiken en het is raak. 3-2. Bovenlander, zijn elfde. Hij is er als hij er moet zijn, maar is er nu nog tijd genoeg om terug te komen tot 3-3. Nogmaals de stop. En Bovenlander hard. Geen enkele kans voor Damon Deletti. Nou, krijgt de Nederlandse ploeg nu vleugels. Ja, hij duikt er gewoon overheen. Kooijman. Heel Nederland nu op de helft van Australië. Brinkman mag doorgaan. Ja, dat is goed. Meteen pasen.
En een lange hoekslag, hoewel je daar ook meer voor zou kunnen geven, want die bal liep weer van een stik de lucht in. Nee, Deo geeft vandaag toch eigenlijk een beetje weinig cadeau. Bovenlander, snoeihard en weer die zwakke spelervatting, weer die bal die de lucht in gaat. Het is nou alles of niks, dat kun je zien aan de Nederlandse ploeg. Alles was in de aanval, loop je ook kans op een counter. En ja, het is de enige manier om te proberen om toch maar de laatste twee te halen. Delissen. Birmingham met een overtreding, Delissen mag doorgaan. 8 minuten. Van Pelt. Diepeveen. Ja, die zal wel door iemand heen willen en dat doet hij ook. Krijgt hem dan ook mee. Poortenaar. En het publiek wil wel. York. Ja, die weet wat hij moet doen. Vraag of Leijstra zo'n bal niet beter kan stoppen. En uitverdedigen, dat scheelt natuurlijk seconden. Bovenlander, het is nu alle hens aan dek. De ballen gewoon naar voren zwiepen. En kijken welke withend daarbij kan. Dat was jammer. Stacy. En weer Van Pelt. Diepeveen. Van de Honert. Maar dan moet Walk ook oppassen. En die Elmer Lechlin daar ook. Goed aangenomen. Veen van de cirkel. Is helemaal alleen. Moet het zelf afmaken. Ja, dat doet hij goed. Hij krijgt hem natuurlijk. Hij heeft geen afspeelmogelijkheid. Speelt dus buitenom en loopt rechtdoor. En dan krijg je hem. Het lot van Nederland. Nogmaals die actie. Kijk eens hoe handig hij dat doet. Gaat naar binnen toe en loopt tegen zijn man aan. Perfect. En het lot van Nederland ligt nu in handen van Bovenlander en zijn kompanen rond de cirkel. Stop. Bovenlander. En die gaat over het doel. Lange hoekslag. Een van de sticks van de verdediging. Dat is jammer. Hij is niet zo scherp als in de eerste wedstrijd op dit toernooi. Bovenlander in de cirkel. Kansje. Veen zat erbij. Maar kon er niet aankomen. Nee, Van der Honert heeft het ook moeilijk. Ik zei dat al tegen die robuuste verdedigers. Komt hij maar moeizaam omheen. Hier dan is weer zo'n poging. Nee hoor, de bal wordt hem gewoon afgepakt. Kijk, dat bedoel ik. Hiermee wint Leijstra. Dat ziet u. Wint tijd. Niet die bal eerst over de achterlijn laten gaan en wachten tot er een nieuwe bal komt. Diepeveen. Vrije slag Nederland. Nog 5 minuten. Bovenlander. Kooijman. Ja, weinig ruimte is er om echt tot goed samenspel te komen. Maar dan maar alle ballen in de richting van die cirkel sweepen en kijken wat daar gewonnen kan worden. Ja, dat is dom. Je weet dat bij een hoge bal en twee spelers dicht bij elkaar Deo niets toestaat. Dit is Gregory Corbett. Speelt ook al jaren mee in de Australische ploeg. Maar hier tot bankzitter gedevalueerd. En naar de kant gaat de man die oorspronkelijk daar vandaan kwam, Lechlin Elmer. Dit is een Greg Corbett. En ook dat is natuurlijk een tactische manoeuvre. Niet alleen tijd, maar ook een jongen die aardig kan verdedigen.
Bovenlander gaat mee in de aanval. Het is nu alles naar voren. Wat doet hij? Zwiept hij hem ineens de cirkel in? Ja, dat doet hij. Buitenspel. Maarten van Grimbergen. Wordt nu toch krap met de tijd. Corbett. Nee, er komt niks uit. En Lijstra. Als een volleerde auspoetser. Oh, wat laat Poortenaar zich daar verlinken. En ja, nu is het dus afgelopen. Hè? Dit wordt afgemaakt door Stacy. Nee, van beneden had gefloten. Daar komt Nederland echt goed weg. Want het was 3 tegen 1. Maar één van de Australiërs stond buitenspel in zijn gretigheid om het duel definitief te beslissen. Poortenaar. En Veen. Maar die is pas bij de middellijn. Dus er is nog een hoop werk te doen. Delissen. Brinkman. In de rug gelopen. Goed doorgeschoven door Van Grimbergen. Delissen net niet. Dat was een kansje. Zo moet je in die cirkel komen. Stacy. Ja, en die zwiept hem weg. Minder dan 3 minuten te spelen nog. Een bovenlander op jacht naar misschien die ene corner die de verlossing zou kunnen betekenen. Kooijman. Brinkman kan aannemen, speelt de bal iets te ver van zich af, maar krijgt wel een vrije slag. Nou, als die spelervatting nou eens goed gaat en de bal goed in de cirkel komt, dan zou het nog kunnen. Kooijman, via een stik van een van de verdedigers. Nieuwe kans voor Diepeveen. Wat een pressie nu. Kooijman, eerste man voorbij. York voor zich en dat leek mij een voet in de cirkel. Oh, wat een kans voor Van der Hoornet, hij krijgt er nog één. En Deo heeft al gefloten. Nee, Deo is vandaag geen vriendje van de Nederlanders, dat is duidelijk. Kijk hem eens, Taco van der Hoornet kwaad, dat zien we niet vaak. Nogmaals die actie. Nou, u ziet hoe de bal hier van een vijandelijke stik afspringt. En dan is er maar één straf en het is de corner. Anderhalve minuut. Ja, dan moet Poortenaar sprinten. Dat doet hij goed, hij is net iets langer dan die Davis. En toch niet echt weggewerkt. Nou, dat is ook niks. Wat Corbett doet. Poortenaar. Kooijman. Doortikken van Grimbergen. Kijk eens, ze worden nu echt gewoon onderuit gelopen als het gevaarlijk wordt. De Nederlanders, zoals hier weer. Dus duwen van York. Vrije slag. Laatste minuut is ingegaan. Dan zou die nu moeten komen. Veen jaagt en Nederland krijgt een vrije slag. Terwijl Maarten van Grimbergen bij de middenlijn nog steeds op de grond ligt. Die werd gewoon onderuit geschoffeld. Bovenlander moet nu de corner versieren. Dat is de enige mogelijkheid nog. Dus hou de bal over de grond. Gaat hij de cirkel in. En net erbuiten op de voet van de nummer 5 van Ashley Carey. Nu dan. De cirkel in. Kansje voor Diepeveen misschien. Nee, voor de Delissen. En hij komt er niet uit. Dat had de strafcorner moeten opleveren. En dan was er kans geweest. Nu zitten we in de laatste seconde. En een vrije slag omdat de bal omhoog gaat. En dat doe je zo. Zoals Birmingham dat doet. Met een enorme sweep op de lucht in. 10 seconden nog. Lijstra, getwijfelde poging. Wat kan Poortenaar nog doen? Nee hoor, het is gedaan. Nederland mag zaterdag om het brons spelen. Tegen de verliezer van de wedstrijd die straks gespeeld wordt tussen Duitsland en Pakistan. En als je dan even terugdenkt aan zo'n wedstrijd, dan had alles gekund. Waar het niet dat Van Eden zo'n enorme blunder maakt in de eerste helft. Nederland verliest met 3 tegen 2, maar is zeker niet weggespeeld. En die Australiërs, die zijn natuurlijk blij. Bij Nash komen.
groene kaart, waarschuwing. En misschien toch wel wat zwaar bestraft. Zo aan het begin van de wedstrijd. Shabas. Goed gedaan van Peltier op Mohamed. Man die als eerste in aanraking kwam met een dopingcontrole die niet goed uitpakte, maar de zaak werd gesust. Boogzander op de voet van Verozen. En u weet hoe hard hij kan slaan, dus die kan ook goed aankomen. Loopt ook al lang mee die Verozen, vanaf 85. En op de tribunes, ja, daar is het eigenlijk steeds gezellig bij dat hockey. Dat is toch een bepaald soort. Olympisch kampioen waren de Pakistani in LA. Dat was de laatste keer dat ze als eerste eindigden. Nederland overkwam dat eigenlijk nooit. In derde plaatsen moeten we terug naar Berlijn in 36, Londen in 48 en niet te vergeten Seoul in 88. Toen werd in die strijd om het brons van Australië gewonnen. Groot stadion wordt natuurlijk. Goed, Steven Veen, ja, die wordt er onderuit gehaald, zou je zeggen. Is dat voordeel? Ja, er wordt voordeel gegeven en dan afgefloten. Wordt tijdens het hele toernooi erg goed op de voordeelregel gelet. Hier ziet u dat moment nog eens. Veen valt, doet dat eigenlijk ook een beetje zelf, ziet er niet echt gevaarlijk uit. Dan heeft Delen ze nog een kans en daar zat uitstekend een stik van een van de Pakistani tussen. Zijn bij Leo Klein-Gebbing. Delen nou, Nederland houdt de drukte goed op. Diepe Veen. En dat is te hard voor Veen. Hij heeft zich toch redelijk vast in de ploeg gespeeld, Steven Veen. Terwijl de verwachting was dat hij meer de invaller zou zijn. Voor bijvoorbeeld de Maarten van Grimbergen. Saman. Farad. Niet effectief. Shabas gaf de rugdekking en kan doorgaan. Brinkman loopt erbij. Leo Klein-Gebbing loopt erbij. Bal is aangeraakt. En er wordt gewoon uitverdedigd. Te hoog. De cirkel. Delen zijn diepe Veen. Brinkman. Van de Hornet. Komt die Kawaja voorbij. De redding van Shahid Ali Khan. De Rozen is snel, wordt ernaar, volgt hem ook een beetje op afstand en grijpt dan in op het goede moment. Maar voorlopig is hij zeer stikvast, die De Rozen. Kijk eens even. Shabas. Brinkman liggen. En Shabas gaat dan gewoon door en heeft een overtreding nodig om Shabas af te stoppen.
gaat hij weer ongelooflijk handig. Maar Brinkman had het door. Shahid Rana. Barat. Terwijl Khalid Bashir achterin blijft hangen. Daar is hij. De 23-jarige man uit Faisalabad. Delissen. Het is erg veel ruimte. Kan goed aannemen. En nu nog die beslissende passes. Zoals misschien hier op Veen. Moet wel de cirkel uit. Ter steun aan de binnenkant. Diepe Veen. Wil graag de cirkel inkomen, maar gebruikt ze goed en is het aan het. En dat moet je soms al 2 keer doen, dus dat valt niet mee. Kijk, het terughalen van de bal is heel handig. En dan raakt hij met zijn stick het hoofd van Kees-Jan Diepenveen. Wat zal die tafel toe, want die vindt eigenlijk dat er doorgegaan moet worden. Ja, kleine hechting. 18 minuten gespeeld in de eerste helft. Van Pelt, uitstekende inzet. Vrije man is Veen. Stuit op Khalid Bashir, maar hij krijgt een nieuwe kans. Diepe Veen. Weterings. En dan is het oppassen geblazen, want bij die spelhervattingen zijn de Samans en de Shabazz de gevaarlijke mannen. En ook deze kan het voor nummer 9. Muhammad. Klein Gebbing zorgt voor rust. Bovenlander. Goeie paas op diepe been. Dat is een belangrijk punt dat de paasjes van Bovenlander aankomen. Nu het afmaken. Schitterende paas van diepe been op Van der Honert. En dan houdt Van der Hoon het af, zegt van beneden. Nou, dan moet je eens maar in mij maar eens vertellen hoe je een topstick wel moet doen. Hier is dat moment. Kijk, hier zou hij dan afhouden. Nou, merkwaardig. Schoudertje indraaien. Zou je kunnen zeggen, delen ze met de tip in. En het is 1-0. Dat is niet zijn eerste die hij zo maakt. Perfect doelpunt. Ja, wat is voor het Nederlandse aanvoerder daar blij mee. Na 19 minuten spelen, eigenlijk vrij onverwacht. Maar die tip in van hem, die kennen ze, dat wisten ze, dat hadden ze van hem kunnen zien. Brinkman, en in één keer, en Bashir, stom, verkeerd, en Shahid Ali Khan, let er ook niet op. Nou, dat is prima, zo'n eerste doelpunt. Van Pelt en Davidson. Veen. Goed door de achterlijn. En dan krijgt hij een strafcorner waarom van beneden daar nou zo lang mee wacht, dat weet ik niet. Maar hij geeft hem in ieder geval wel. Misschien wel een goedmakertje. Elfmaal stond hij op scherp, Bovenlander. Alleen tegen Maleisië. Dikke overwinning, 6-0, dat herinnert u zich. Scoorde hij niet. Toen was het eigenlijk ook niet nodig. Maar nu is dat natuurlijk wel het geval. ...166 goals tot nu toe. Waarvan 11 in dit toernooi. De stop, Bovenlander op Shahid Ali Khan. En dan is het Veen in tweede instantie.
die de terugspringende bal van Zaid Ali Khan pakt en inschiet. Binnen 2 minuten tijd, 2 doelpunten, dat is macht. Perfect. Goed genomen, hard op de hand van Zaid Ali Khan, die nog steeds ligt. Echt hard, kijkt u maar. En dan is Veender als de kippen bij om in te tikken. En dan is er ook die lijnstopper Noormas geen eer meer te behalen. Kijk eens, weer precies die kwetsbare plek, zo net iets aan de bovenkant van de handschoen. Dan hebben we dit toernooi al eerder keepers geblesseerd zien raken. Hij staat weer. 27 jaar de keeper en een goeie. Farad. Jabbas. Bashir. Khalid Muhammad. Países Bajos 2, Pakistán 0. Ijverig de ploeg, lopen elkaar zelfs in de weg. Klein Gerdink. Bovenlander. En weer bij diepe zijn. We zeiden het al eerder deze week, zo fel alsof het zijn debuut betreft. Bashir kwam er niet goed uit, maar de bal springt van de stick van Delissen richting Saman. Moussadek en Bovenlander. Foutloos ingrijpen tot nu toe. Kijk, en dat is de echte macht als je dan ook zelf mee naar voren gaat. Delissen. Veen is aan de binnenkant, maar er waren meer afspeelmogelijkheden, zoals deze. Ietsje zachter, zegt Weterings. Ja. Dit is Lahoudin, de manager, coach van de Pakistani. Zelf een geweldige hockeyer in zijn tijd. Bashir. Hoogst ongewoon voor de Pakistaniërs om die lange bal over de achterlijn te spelen. En dus eigenlijk gewoon voor terreinwind gegaan. Leo Kleingebbing. Weterings. Brinkman. Shabazz die hem nu mee gaat verdedigen. Dat is eigenlijk... Probeerde Muhammad. Maar het zal hem niet lukken. Rechtsbuiten van de Pakistani. Een van de 7 mensen die in dienst zijn. Dit is de bank van de Pakistani. Een van de 7 mensen die in dienst zijn bij de Nationale Luchtvaartmaatschappij van Pakistan. Zoals er ook een 4-tal. Zijn 158ste vandaag. Mag er zijn. Komt goed in de cirkel. Rust bij Leo Kleingebbing. Een diepe veen. Vooral de rugdekking bij Nederland is erg goed verzorgd vandaag. Er is altijd iemand achter. Saman. Farad. En dat is de strafcorner. Diepeveen tikt op de stick van Saman.
En dan mag dat misschien twijfelgeval zijn of het binnen of buiten de cirkel is. Maar Nash heeft gelijk, hij mag hem hier geven. Kijk, daar gebeurt dat. Het was buiten. Opzettelijke overtreding. Eerste corner voor Pakistan. 27 minuten gespeeld. En aan de rand van de cirkel is overleg. En eigenlijk denk ik dat Khalid Bashir gewoon rechtdoor slaat. En dat eventueel Saman die aanschuift voor de rebound in komt lopen. Dat gebeurt ook. Brinkman zag het. Ja, die verdedigt dan niet goed uit en dan krijg je er nog een. Diepeveen is het daar niet mee eens. Maar dat hoort allemaal bij het spel. Nogmaals het aanschuiven van Saman. Stop, Bashir. En van de stick van Keeshan Diepeveen die weer goed uitliep over de achterlijn. Lange hoekslag. Diepeveen. Beterings. Leo Klein-Gebbink gaat door. Neemt de linkervleugelpositie over. Ja, en gaat dan naar binnen. Dat was natuurlijk net wat Weterings niet begreep. Slechte paas van Delissen. En daar is hij dan weer, Diepeveen, die dan onmiddellijk zorgt dat er in ieder geval niets goeds met die bal kan gebeuren. Van Pelt. Kleinstelling, zo. Die mag er zijn. En die ook. Dat zijn er drie. En er is nog steun voorin ook. Maar hij heeft nog wel Rana voorzitter. Beterings. Opnieuw Kleinschebbing. Nu goed die cirkel in en daar is hij. Nee, hij schuift er net naast. Veen stond op de goede plek. Wilde hem inschuiven. Wat een perfecte aanval. Begonnen bij Leo Kleinschebbing. En dan die perfecte paas die Veen net iets te zacht raakt. Zodat de bal naast het doel hobbelt. Lange hoekslag van Beterings leverde daarna niets op. En dan heeft Nash weer een kleine ongeregeldheid gezien. En die vraag draait u even om. Heet u Saman? Ik wil u hier zien. En u krijgt een waarschuwing. Voor het spelen met de voet geeft hij aan. Interessant. Nou, daar lag de kans op 3-0. Dat was het hoofd van Weterings. Daar lag de kans op 3-0. En Veen miste zoals hij dat eerder dit toernooi al een paar keer deed. Hij is een beetje ongelukkig met het afwerken, want hij stond wel perfect op de plek waar hij moest wezen. Delis. Brinkman. Koortenaar. En zo loopt het spel over alle schakels die zo'n beetje mogelijk zijn. Maar dan moet het wel goed gaan, want ze zijn rap, die Pakistanen. Blessure Jacques Brinkman. Ook hij aangetikt met de stick. Ja, die was het. Die heeft hem dus kennelijk aangetikt. De nummer 16. En die krijgt ook een groene kaart van Nash. Shabazz Junior is dat. Shabazz Moer. Feroze en Shabazz. Zitten er goed op in de verdediging de Nederlanders. Prima. Beterings. Vindt Veen. Neemt goed en makkelijk aan. Gaat om Rana heen. En krijgt een vrije slag.
Van beneden posteert zich achter het doel om maar niets te missen in die cirkel. Tja, Shabazz. Nee, dat is Shahid Ali Khan, moet ik zeggen, de goalie van de Pakistanen. Goed de klomp ervoor. Moet toch zeggen dat Nederland soeverein speelt. Heel gemakkelijk, posities worden goed overgenomen. Rugdekking is goed verzorgd. En de ploeg is bereid, iedereen om te werken, zoals Heerenveen. Mee naar de eigen verdediging om Barat geen kans te geven. Shabazz, de goochelaar. Brinkman is hij kwijt. Makkelijk aangenomen door Moussadouk. En Diepveen die dan weer op plek staat waar het gevaar dreigt. Shabazz junior. Kawana, ja, die zegt dat hij viel. Liet zich ook vallen. Krijgt een strafcorner en men vindt dat dat absoluut onterecht was. Dat Kawaja naar de grond ging. Prima, kijk u maar, hier gaat dat gebeuren. En die gaat gewoon zelf liggen. En die werd zeker niet aangetikt. Vandaar die commotie in de Nederlandse defensie. Anderhalve minuut nog in de eerste helft bij deze strafcorner van Pakistan. Nu gaat het weer om concentratie, het goed uitlopen, goed lijn verdedigen waar Poortenaar staat en natuurlijk de ingreep van Lijstra. En dat levert nog een strafcorner op. Zat er goed bij, Frank. Aanschuiven, stop. Nee, boven de plank, de bal gaat omhoog en dan moet je hem afkeuren. Delissen, die moet haast maken, want je hebt een man voordeel na een strafcorner. Daar kun je soms gebruik van maken. Duurt nu wat lang. Delissen. De bedoeling was Veen, Barat doorzag het. Shabazz, zoals hij het liefst speelt. Vanuit de verdediging, lang, en Brinkman vangt hem voortreffelijk op. En dat is onterecht. En dat hoort u ook aan het publiek. Barat en Shabazz. En dat is het einde van de eerste helft waarin Nederland via twee voortreffelijke doelpunten in de 18... De bal was uit geweest. Shabazz. Ja, die Brinkman is vandaag in zijn element tegen hem. Volgt hem goed. En dat is een lange hoekslag via de stick van Bastiaan Poortenaar. Shabazz en Verozen. Dat was op de hand getikt van Poortenaar. En die rennende man, de fysiotherapeut. En Weterings weet dat die bal niet in moet houden. Hij heeft toch niemand om mee samen te spelen. Alles stond zo'n beetje in de cirkel van Nederland. Dat doet hij goed, maar wordt dan afgehouden door Muhammad. Delissen. En Diepveen, die weer als van ouds overal aanwezig is op het veld. Bovenlander voordat Shabazz eraan kon komen en Verozen. Nesch reageert dan een beetje op het appelleren, liet het wat lopen en Veen was de schuldige. Verozen.
en delen ze. Begin komt Nederland uitstekend door. Dicteert het spel. Veen is vrij. Heeft alleen Khalid Bashir voor zich. Lange hoekslag. Hij geeft een vrije slag. Dat betekent dus dat de bal aangeraakt werd door Bashir. Ertussen kruipen. Nu dan misschien Verozen die naar het centrum is uitgewezen. Chabas loopt op de buitenkant, heeft Brinkman bij zich. Poortenaar zorgt voor de rugdekking en dat is een opvanger door Poortenaar. We krijgen een strafcorner na een opzettelijke overtreding van Bastiaan Poortenaar buiten de cirkel. Corner nummer 5 voor de Pakistani, de eerste na rust. Khalid Bashir komt naar voren, er worden heel weinig variaties gespeeld door de Pakistani. Meestal gaat het recht door. Bashir haalde daar toch in dit toernooi tot nu toe 6 doelpunten uit. Daar komt hij aan. Bashir schuift af. Nu gebeurt het dan wel. En Wassim Verozen is dan de man die inschiet. Vindt een stik van een van de Nederlanders. Lange hoekslag. Chabas richting cirkel. Altijd weer die Brinkman bij zich. En bovenlander die het uitstekend ziet en er dan tussen kruipt. En het gevaar laat wijken. Delen ze. Erg veel ruimte nu voorin. 3 tegen 3. Als Weterings haast maakt. Dat kan hij niet, want hij moet eerst een man omspelen en dan is de Pakistanse verdediging weer gesloten. Diepeveen. Zoekt, stuit op Saman. Farad. Het ziet er allemaal keurig uit wat de Pakistani doen, maar er zit geen eindsprint in. Saman, met één hand, doet hij goed. En dan stuit hij op. Wie dacht u? Kees-Jan Diepeveen. Vrije slag, meter of 10 van de cirkel. Saman. Gaat goed door, heeft alleen bovenlander nog voor zich. Die speelt hij door de benen. En dan krijgt hij een vrije slag, want het gebeurde buiten de cirkel. Hij had natuurlijk iets meer verwacht. Alles wat Pakistan is nu in de cirkel van Nederland. En Khalid Bashir die aanslaat. De bal komt ook in de cirkel, maar daar is het zo ontzettend druk dat iedereen de bal mist. Hij schuift over de achterlijn. Is kennelijk toch even aangetikt door een Nederlandse stik. Opnieuw lange hoekslag en dat is gevaarlijk spel. Bal gaat hoog de cirkel in. Pakistani die nu toch een klein beetje meer gas gaan geven. En dat moet ook, want het gaat natuurlijk toch snel. Nog zo'n minuut of 23 te spelen. En ze houden een vrije slag over aan de linkerkant van het veld op een meter of 3 van de cirkel. Weer is het Khalid Bashir die naar voren komt en dan die bal maar gewoon de cirkel ingooien. Dat iemand hem op zijn voet krijgt, dat hoop je dan. Maar hij deed dat slecht, bal ging omhoog. En dan komt Saman hulp verlenen. Saman helemaal in de verdediging. En Diepeveen die de overtreding begaat. Hij begaat er natuurlijk veel, dat is duidelijk. Maar daarmee onderbreekt hij ook vrijwel elk spelpatroon wat de Pakistaniërs in hun hoofd hebben. Chabas loopt op de rechtervleugelpositie op dit moment. Dat tekent de situatie in de Pakistaanse ploeg. Hij moet het hele veld dan gaan oversteken en wordt halverwege die poging gestopt door Davis. Scheidsrechter Nash zegt dan dat de bal weer een stukje achteruit moet. Ze zijn vreselijk streng op die spelhervattingen. Niet alleen op de afstand die gehouden dient te worden door de tegenstander, maar ook op waar de bal moet liggen. Bovenlander rijdt voortreffelijk in op Chabas. En dan is er ruimte om door te gaan. Hij is over de middenlijn heen, heeft daar Farad voor zich. Die ontwijkt hij heel gemakkelijk. En in het centrum loopt dan Weterings. Maar ja, die is afgedekt, dus terug naar Delissen. Ploeg speelt met ongelooflijk veel zelfvertrouwen. Delissen. In de rug gelopen door Chabas junior. En besluit dan maar eens even te gaan liggen. Want dat kost een paar seconden voordat de tijdklok stilgezet wordt. En bovendien kun je dan ook even orde op zaken stellen. Hard aangepakt in de rug. En Delissen krijgt dan verzorgen en verzorging. En dan pas wordt
de klok ingedrukt. En dat heeft dan toch weer zo'n seconde of 15 opgeleverd. Rechter vleugelspits van de Pakistani Mousadegh, maar die komt niet aan. Nederland zit er steeds erg goed tussen. En het curieuze is eigenlijk dat Pakistan maar blijft lopen met die bal en maar blijft proberen om Nederlanders uit te spelen. En dat lukt ze gewoon niet, zoals nu weer Farag. Pak 20, 25 meter en als hij dan een keer paast, dan komt die bal ook nergens. Dat was dan op een goede. Want normaal gesproken verliest hij dan de bal wel aan een van de meelopende oranjehemden. Bovenlander. Vindt Brinkman. Brinkman vindt Veen. Veen kan dan echt aan de aanval bouwen, maar besluit toch maar weer voor terug. Richting Bovenlander. Die wel naar voren gekomen is, omdat hij gezien heeft dat Van Pelt betrouwbaar is. Dus die houdt de laatste positie als slot op de deur voor Lijstra. Brinkman op rechts. Steun van Poortenaar. Felle mandekking eigenlijk nu van de Pakistani. Dat is nooit hun sterkste kant geweest. Maar nu dekken ze de Nederlandse pionnen zo af dat het moeilijk is om medespelers te vinden. Shabazz. Weg op links. Krijgt steun van Kawaya. Farad Khan dan. En voordat dan de centrumspits gevaarlijk kan worden, is daar Wouter van Pelt. Perfect zoals hij ingrijpt. En doet ook nog wat goeds, geeft de bal aan Weterings. Weterings begint aan een lange rush. Een langbenige jongen, dat weet hij. Hij kan dus ook echt een tegenstander loslopen. Brinkman, de man van de steun. En weer bij Veen, die veel switcht en nu op de rechterpositie loopt. En dan via de stick van Khalid Bashir een lange hoekslag krijgt. En dan ineens komt er een waaier van oranje hemden in de richting van de cirkel. Want dat zijn de momenten waaruit je moet scoren. Als tenminste Weterings de bal laag kan houden. En dan mag hij het nog een keer doen, terwijl de bal omhoog ging. Maar scheidsrechter Nesje, nee, dat deed niet Weterings. Dat ging via de stick van een van de verdedigers. Nogmaals Weterings, gaat goed in de cirkel. Kansje dan? Nee. Gaat niet door. Goed doorzien. Farad is weg. Probeert zo ver mogelijk van Delissen te blijven. Dan kan Feroze prachtig aannemen. Lijstra zag het. Is zijn doel uit en daar moet dan een goal komen. En die komt ook van de nummer 16 van Shabazz Junior. Die het foutje wat in de verdediging zat, afstrafte. Het foutje waarbij Lijstra zag, het gaat niet goed, er zijn te veel mensen naar voren gegaan. Ik moet nu uitlopen, hij liep naar de rand van de cirkel, tikte de bal ook weg. Maar er zat een Pakistaanse stik voor en toen kon Shabazz eigenlijk een leeg goal zoeken. 2-1 na 20 minuten spelen in de tweede helft. En dan ineens krijg je natuurlijk toch een andere wedstrijd. Wat zullen die Pakistani doen? Poortenaar, de lange klap, komt goed bij Veen. Ja, die begint het op te leven. Veen, aangetikt tegen het been. Vrije slag. Of mag hij inslaan, het wordt een vrije slag. Van de Honert. We hebben een tijdje niet gezien. Pakt de eerste man, pakt de tweede, als hij de derde pakt, zit in de cirkel. Paas was op Stefan Veen, goed afgehouden. Nieuwe kans naar de kopcirkel, maar daar stond niemand. Dus Diepeveen, die de bal dan weer probeert in te brengen. Weterings, die is in de cirkel. Wat doet hij? Nee hoor, wordt goed uitverdedigd door de Pakistani, zat geen voet tussen. Wouter van Pelt dan. Alle Nederlanders nu op de helft van Pakistan, behalve Lijstra, die zelfs ver buiten de cirkel staat. Want Nederland wil doordrukken, wil niet gokken op die 2-1 en dan misschien een tegengoal en verlengingen. Aan de kant zien we de coach van de Pakistani. Islahuddin, die is, kijkt wat hij moet doen, zal hij een verse kracht erin gooien of niet. Dat is natuurlijk altijd een beslissing voor een coach. Voorlopig doet hij niks en zien wij Diepeveen weer in een van zijn bekende gevechten waar hij als winnaar uitkomt. Bovenlander. Vindt aan de linkerkant Gijs Weterings. Weterings zoekt en vindt Stefan Veen, maar de bal is over de zijlijn gegaan. Saman. Weer helemaal in de verdediging. Daar houdt hij van. De bal zelf ophalen. En dit keer loopt hij tussen twee man door. Bovenlander moet hem afstoppen. Wordt uitgespeeld. Daar gaat hij voorbij. Saman bijna bij de cirkel. Steun van Feroze. En dan is het Poortenaar die ingrijpt voordat Feroze, die in de cirkel stond, kon slaan. Rustig hoor van die jongen uit Beeldhoven. Prima werk, Poortenaar. Maar de Pakistani putten toch moed. Beginnen weer wat feller te draaien. Veen. Komt Rana niet voorbij. Rana Farad. Farad zoekt. Delissen moet wat dichterbij gaan dekken.
krijgt steun van Van der Honert en die krijgt dan de bal ook mee, zodat hij de aanval kan zoeken. Voetje van Kaiwaja en een vrije slag. Of wordt het inslaan? Het wordt inslaan. Veen. En Taco van der Honert op de vierkante meter aan de rechterkant van het veld. Nu richting cirkel. Ja, hij is erin, Van der Honert. Nu moet zijn paas komen, er is die paas. Raakt Shahid Ali Khan. En raakt ook een voet. En wat doet Mesh? Die zegt strafcorner. Protesten natuurlijk, dat is vrijwel bij elke strafcorner. Maar goed uitgespeeld, die actie van Taco van der Honert. En Bovenlander, de grote professor in het nemen van de strafcorner, komt naar voren. 12 keer was het raak. En wat gaat hij doen? Gaat hij rechtdoor? Zoekt hij Taco van der Honert? Zoekt hij Gijs Weterings? Hij heeft meer mogelijkheden. En misschien zelfs wel nog meer schijven. Brinkman is de man die aan gaat schuiven. En Shahid Ali Khan staat zeer gespannen op de doellijn. Bovenlander. Alles hangt af van de stop nu van Delissen. Nee, het hoeft niet. Hij was niet goed aangespeeld. Maar hij had het voordeel dat de Pakistanse verdediging te snel uitliep. En dan mag je zo'n strafcorner nou eenmaal overnemen. Brinkman neemt alle tijd. Kijkt. Ja, die is goed. Delissen pakt hem goed op. Bovenlander via de stick van de uitlopende Firoze over de achterlijn. Lange hoekslag. Perfect ingespeeld van de Nederlandse ploeg dat ze niet terugzakken, maar gewoon de aanval blijven zoeken. Dat spel ging immers de eerste helft ook. Echt een andere wedstrijd. 25 minuten gespeeld. Het aanschuiven van Saman, de goede stop. En dan Khalid Bashir die over Lijstra heen. Lijstra raakte de bal op het midden van zijn lichaam. En kon daar verder niets aan doen. Die bal ging in het doel, want ook de lijnverdediger staat daar niet. Die stond aan de andere kant. Khalid Bashir zorgt dus voor de gelijkmaker. En u hoort het, nu zijn er ineens heel veel Nederlanders aanwezig. We zijn dan alweer aan de andere kant van het veld. Waar de Pakistani mogen gaan uitverdedigen via Khalid Bashir. Maar eerst krijgen we een wissel. De nummer 15, Nusaduk, gaat naar de kant. En wordt vervangen door Kwamar Muhammad. Waar gaat hij spelen? Die zoekt zijn plek ergens op het middenveld. Hij was vroeger bekend. Want die namen van de Pakistani worden nog wel eens vreemd uitgesproken als Ibrahim. Kwamar Ibrahim. Het is dus ook een van de oudgedienden bij de Pakistani. Taco van der Honert krijgt een kluts mee. En staat een beetje toch 5-6 van de cirkel. Zoek waar hij naar zal afspelen. Brinkman legt de meest aangewezen kant. Hij doet het op Delissen. Die staat bijna randcirkel. Maar komt voorlopig zijn tegenstander niet voorbij. Houdt een vrije slag over. Mag hij nu gaan nemen. Veen loopt in dekking van Bashir, dus eerst maar eens breed. Brinkman aan de rechterkant heeft Shabazz voor zich. Die is niet te beroerd om nu ook eens flink mee te verdedigen. En wint het duel van Brinkman. En dan zijn de Pakistani weg, want snelheid hebben ze. En wie was daar weer? Diepe Veen voor de rugdekking. Hij beging een overtreding, is het daar niet mee eens. Maakt allemaal niet zoveel uit. Hij staat steeds op de plek waar gevaar dreigt. Shabazz. Van der Honert mee verdedigen. Bovenlander moet opvangen, lukt niet. Diepeveen stond er weer voor de rugdekking. Krijgt een setje mee en Bovenlander is al weg. Veen. Delissen, maar nog allemaal op de eigen helft. Nu pas in de Pakistanse helft en dan krijgt Nederland een vrije slag. Net over de middenlijn. Delissen achter de bal. Doet hij niet goed, kan overgenomen worden. Dan dreigt er gevaar achterin en moet Wouter van Pelt dat alleen opknappen. En dat doet hij rustig en gedegen. Zoals we hem de laatste wedstrijd in het toernooi steeds gezien hebben. Een ijskouwe. Bovenlander, even aangetikt, maakt een keurige koprol. Goed voor 8.9. En mag dan ook zelf de vrije slag nemen. En dat doet hij altijd in gezelschap van bijvoorbeeld Poortenaar of Van Pelt. Om dan, als hij aangespeeld is, een lange klap te kunnen geven. Opgepakt door Kaiwaja. En Bashir. Bashir met een lange bal richting Van Pelt. En dit keer is hij hem even kwijt. En kunnen we doorgaan via Shabazz Junior. Lijstra ligt weer op de rand van de cirkel. Het goal is leeg. En dan is het Bovenlander die de rugdekking gaf.
en precies voor zijn buiten de stick neerzetten en de bal over de achterlijn speelt. Lange hoekslag. Dat was het bijna gedaan met de Nederlandse ploeg. Hoe is het toch mogelijk als je 2-0 voor staat dat je ineens zo tegen een achterstand kunt aanlopen? Voorlopig is het toch 2-2. Delen ze op de middenlijn. Spel volgt wel heen en weer. Dat moet gezegd. Twee ploegen die willen aanvallen. Van de Honert. Pakt zijn eerste tegenstander, maar dat heeft hij me meer horen zeggen. Pakt de tweede, maar kwam hij nou maar eens in de cirkel. Dat komt hij neer aan, die hem regelmatig net buiten de cirkel afhoudt. Heel klein mannetje, die Pakistanse verdediger. Maar hem is Van de Honert nog niet voorbij gekomen. Voet van Veen, voordeel doorgaan. Pakistan die nu breed schuiven, nou dat kennen ze eigenlijk niet. En dan verspeelt de rechtervleugelverdediging Moermat de bal aan Weterings. Die staat nu helemaal in het hoekje bij de cornervlag. En vindt zowaar de oplossing bij Leo Klein-Gebbink. Leo Klein-Gebbink pakt één man en houdt een lange hoekslag over omdat Rana geen risico's neemt. Weterings gaat die lange hoekslag slaan. Cirkel is vol. En wie kan het afmaken? Kan iemand het afmaken? Diepeveen krijgt een kans. Delissen krijgt een kans. Diepeveen krijgt nog eens een kans en dan schuift de bal de cirkel uit. Dit was de mogelijkheid om te proberen minimaal een strafcorner over te houden. Want het was vol, heel vol in die cirkel. Brinkman. Poortenaar en Delissen. Delissen schuift goed door naar Brinkman. Die is in de cirkel. Ja, en dan is zijn schot is onvoldoende. Hij belandt in het zijnet. Een erg moeilijke hoek ook. Had waarschijnlijk beter kunnen afspelen naar een van zijn medespelers. Wassim Virros stond al voor Poortenaar, dus die moest een overtreding begaan. Dat deed hij ook. Chabas. Die schuift breed. Op Saman. Faam. Paratkaan. Gaat delen ze voorbij. Schuift goed door en dat is buitenspel. Nou, het wordt allemaal toch iets onrustiger achter in die verdediging. En dat is natuurlijk ook niet verbazingwekkend als je van 2-0 in zo'n korte tijd op 2-2 gezet wordt. Rana achterin heeft een jagende Diepeveen in zijn buurt. En dat betekent dat er altijd iets gebeurt. Dat gebeurt er ook. Diepeveen houdt hem af. Vrije slag voor Rana. Rana zoekt. Alles loopt nu paardje. Er zijn weinig mensen die aanspeelbaar zijn. En Nederland moet toch wat meer terug. Ondertussen heeft Joritsma zijn reservespelers, zijn bankspelers aan het lopen gezet. Dat kan twee doelen hebben natuurlijk, om ze op tijd in te kunnen zetten. Terwijl daar een bal in één keer bij de nummer 7 komt. En dat is het doelpunt. Die 7 was de invaller. Mugabat Kramer, Ibrahim, ik zei het u al. En het wordt 3-2 voor Pakistan. Hoe is dat nu toch mogelijk? Ongelooflijk, zoals ineens daar die nummer 7, die invaller, aan de buitenkant vrij kwam. En dan is het de stick van Shabazz Junior die het afmaakt. En die de stand op 3-2 brengt. En dan is dat brons. Is dat natuurlijk heel droevig. Want hoe maak je dat nog goed? Wouter van Pelt, middenlijn. Diepeveen, verspeeld. Aan Saman. Ja, die krijgt vleugels nu. Farad Khan. En ook hij kan lopen. De dekking wordt overgenomen waardoor Farad Khan in zijn eentje door kan gaan. Gaat nu de cirkel in. Ja, en dan stopt Brinkman hem af. Die begaat een overtreding en krijgt Pakistan ook nog een strafcorner. Terwijl nu de notoren mopperaars, waaronder Diepeveen, verschrikkelijk tekeer gaan tegen de scheidsrechter. Omdat er indirect afgehouden zou zijn. En daar kwam deze strafcorner uit voor uiteindelijk. 7e strafcorner voor de Pakistanen. Met op de klok nog 2 minuten en 30 seconden te spelen. Saman, de man die aan moet schuiven, heeft natuurlijk geen haast. Want de tijd loopt door. En bovendien loopt Diepeveen nog te mopperen tegen van beneden. En dat tijd. Nu dan, Wichtier, Bashir. En die bal gaat hoge doel in. En wat doet hij? Nou, dat lijkt mij heel vreemd. Die bal ging hoge doel in, boven de plank. Werd door niemand aangeraakt. En dus zeer onterecht dat van beneden een doelpunt geeft. Wat doet van beneden dan ook? Die denkt, dat klopt helemaal niet. Die vraagt om de tijd stil te zetten en loopt naar zijn collega Nash aan de andere kant van het veld om te gaan vragen, heb ik het misschien verkeerd gezien? En wat zegt Nash? Die roept eerst iedereen weg, opzij jullie allemaal, en zegt dan tegen van beneden, vraagteken, 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 en zegt dan, wat zegt hij? Het is een doelpunt, zegt hij dat?
En dat zegt hij inderdaad. Het is een doelpunt. De bal zal aangeraakt zijn. En dat betekent dat Nederland dus in korte tijd tegen een 4-2 achterstand aankijkt. We kunnen het hier op de monitor nog eens zien. En die bal wordt absoluut door niemand aangeraakt. Dit is een schandelijke blunder van die Belgische arbiter. Die voor enorm veel commotie in het veld zorgt. Spelers die met stik zwaaien. Lijstra die inmiddels zijn masker heeft afgegooid en de tranen op zijn wangen heeft staan. Want wie had dit verwacht dat zo'n wedstrijd op deze manier beslist moet worden? Natuurlijk, het was al 3-2 achter. Maar dit lijkt op een pak slaag wat er helemaal niet in zat. Ja, al die tijd wordt er natuurlijk niet gespeeld. Delissen staat met zijn handen in de lucht. Wetering staat met zijn handen in de lucht. Kortom, iedereen staat met de handen in de lucht. Bovenlander is kwaad. En wat doet van beneden? Die doet net of hij niet ziet. Nu komt Lijstra er ook nog bij. Dat moet hij natuurlijk helemaal niet doen. Want hij zegt altijd de verkeerde dingen als hij boos is. En er wordt gewoon naar de middenlijn gewezen door van beneden. En dat betekent dat Nederland 4-2 achter staat met nog 2 minuten te spelen. En dat betekent dat Nederland het brons kan vergeten. En dat Pakistan dat wel krijgt. Nou, zelfs de regie heeft dat hier gezien. Dat het heel gek is. Want we hebben dat doelpunt, dat zogenaamde doelpunt, inmiddels 5 keer gezien. En die bal gaat nagelhard. Zonder dat hij door iemand aangeraakt wordt. Een meter of, nou een meter, een halve meter boven de plank. En dat mag nou eenmaal niet. Nou, de laatste seconde dan. Er is weer, wordt weer gespeeld. Weterings. Heel kwaad met een schitterend doelpunt. Hoe is het mogelijk? Er komt een lange bal naar de buitenkant. Weterings holt de cirkel in. En vanuit een strikt onmogelijke hoek knalt hij de bal in de verste hoek langs keeper Shahid Ali Khan. Een formidabele goal. Zo heb ik er nog geen één gezien. En ondertussen krijgt aan de andere kant Lijstra een waarschuwing en die zegt, zie je van beneden, je bent ons aan het benadelen, je berooft ons van een bronzen medaille. En dus krijgt hij een kaart en hij mag blij zijn dat het nog maar een groene is. En zo is het dan ineens 4-3 met nog 1 minuut en 40 seconden te spelen. Nou, wat moet je daar nou mee? Zie nu maar eens de verhitte gemoederen intact te houden. Overal wordt gepraat, maar nu toch ook weer gehockeyd. Shabas. Gaat om Brinkman heen. Ja, nu wil iedereen erin, hè. Kijk maar eens, daar komt Diepenveen aan. Nou, hij laat de man met rust. Saman. Saman zoekt aan de buitenkant Verroos. En Nederland loopt dus een kip zonder kop rond het ogenblik. Want ja, wat wil je met nog zo weinig seconden? Met ogenschijnlijk het brons in de handen. En nu leeg, helemaal leeg die handen. 4, het is knap, maar het telt natuurlijk niet echt. Alleen medailles tellen. En juist omdat de vrouwen die ook al niet gehaald hadden, was iedereen zo blij als dat hier zou gebeuren. Dat zit er niet meer in. Laatste minuut is inmiddels ingegaan. Farhad Khan gaat in de richting van de cirkel van Nederland. Afgestopt door Diepenveen. Die doet dat correct. Laatste kans misschien voor Nederland. Tafel van de Honig. Delissen. Nee, het is Veen. Die tikt goed door. Een wilde beweging van Khalid Bashir. Ja, nu is het ruimer geblazen. Bovenlander mee in de aanval. Weer Khalid Bashir. En die krijgt een vrije slag mee. Ja, Delissen heeft het natuurlijk ook gedaan bij die scheidsrechters. Want je bent natuurlijk eenmaal als aanvoerder de eerste die gaat lopen mopperen. En dan ben je ook het aangewezen slachtoffer. Afstand, zegt Nash. Er wordt een vrije slag genomen en Delissen stond niet op de juiste afstand. Nog 26 seconden. Een hoge, diepe bal van Khalid Bashir die natuurlijk gewoon over de achterlijn loopt. Ja, dat zou ik ook doen als ik Khalid Bashir heette. Het is gedaan, nog 15 seconden. En in een wedstrijd die alles gebracht heeft, een, eigenlijk zou je zeggen een finale. En niet in het minst door de merkwaardige optreden van scheidsrechter van beneden. Moet Nederland hier het brons laten lopen en overgeven aan Pakistan. Pakistan dat bij rust absoluut nooit vermoed kon hebben dat het dat ook zou halen. Het is nu afgelopen. Huilende spelers op het veld. Delissen zit op de grond. Is het enorm de pee in. Natuurlijk, de Nederlanders zijn wel sportief, weten wat het betekent om je tegenstander een hand te geven naar zo'n duel. Maar de sticks vliegen alle kanten uit. Van beneden loopt daar met Lijstra samen, alsof daar een verschrikkelijke ruzie aan de hand is. En ik denk dat Lijstra ook nog eens een keer een extra waarschuwing krijgt dat hij op het scoreformulier komt. Want hij gooide de bal in de richting van scheidsrechter van beneden. En dat zijn allemaal frustraties die voorkomen als je op zo'n merkwaardige manier in de boot genomen wordt. Heel merkwaardig. En het mooiste is, hij raakte hem ook nog, dat zien we nu. En dat, ja, dat zal hem ongetwijfeld nog op een waarschuwing komen te staan. Nederland is diep, diep, diep teleurgesteld en zit hier voor ons bij de spelersbank. Terwijl het hele stadion fluit, want niemand is het ontgaan dat dit niet kan. En de Pakistanen, ja, geef ze ongelijk, die zijn blij. Die hebben lang weer op een medaille moeten wachten. In Seoul grepen ze daarnaast en nu dan het brons. Teleurstelling voor de Nederlandse ploeg, waar Kees-Jan Bovenlander in zijn eentje nu nog op het veld staat om te verwerken het onrecht dat de Nederlandse ploeg
hier is aangedaan. Brons voor Pakistan. Nederland wordt vierde. Ja, daar word je niet echt vrolijk van. We gaan er even uit en we proberen, als het enigszins lukt, om 7:00 terug te zijn.